New Business Radio met Remy Gieling en Jonathan van Noord. Hoe bouw je een gevestigde locatie om tot hippe horecatent? En hoe verzadigd is de markt voor zakelijke merchandise? En wat hebben de aankomende Michelinsterren in het vooruitzicht? Goedemorgen en leuk dat je kijkt en luistert naar De Ondernemer Live. Roland Tameling zit op dit moment in Shanghai. En daarom worden wij aan de desk verzeld door Jonathan van Noord van De Ondernemer. Ja, leuk dat ik er mag staan. Ja, je hebt al wat radio uurtjes erop zitten. Ja, zeker weten dit weekend. Bij de dag van de ZZP'er. Dat was 4 uur lang radio maken vanuit het hart van Holland in Nijkerk. Hartstikke leuk om te doen. En nu iets compleet anders. Want als één iemand geen ZZP'er is, dan is het Ron Blaauw wel. Ja, zeker. Onze co-host die ons de hele uitzending zal voorzien van raad en daad. En waarmee we gaan praten over de kansen en uitdagingen voor ondernemers. Is inderdaad niemand minder dan rasondernemer en gevierd chef-kok Ron Blaauw. Goedemorgen. Goedemorgen, leuk dat je er bent. Ja. Hey, je staat al sinds je 15e in de keuken, in de horeca werk je. Dus dat is al meer dan 40 jaar. Ik ben wel benieuwd, zie jij jezelf meer als ondernemer of meer als chef-kok? Ik denk de laatste jaren meer als ondernemer, maar diep in mijn hart nog steeds chef-kok. Hoe vaak sta je zelf nog in de keuken? Ja, anders. Veel minder. Het is meer het creatieve gedeelte, het ontwikkelen, het bedenken. En thuis sta ik nog heel veel in de keuken. Ja, thuis kan je een beetje de nieuwe ideetjes uit ontwinnen. Want we vroegen ons inderdaad nog voor de uitzending al. Je komt zelf uit Oude Kerk. Er zit ook een Rons gastrobar. We vroegen, ben je daar nou al geweest vanochtend? Ga je daar dan langs? Ja, nee, dat hoeft niet. Dus aan de ene kant zagen we natuurlijk in die documentaire van Ron Jip. Die zei, ja, ik sta altijd als eerste. Wat ik doe, ga ik naar de horecazaak toe. Jij zegt, nou, ik laat het wat meer los. Ja, dat heb ik altijd al gedaan. Ik denk dat de mensen op de vloer moeten het doen. En ik ben niet iemand van continu in hun nek hijgen. Het is meer ook dat ze een bepaald soort vrijheid hebben en verantwoordelijkheid. Ja, dus kunnen je wel altijd bellen? Altijd. Mooi. Nou, daar komen de komende 2 uur alleen niet. Nee, de komende 2 uur. Moeten wij eventjes jou van ze lenen. Daarna ben je weer natuurlijk volop aanwezig voor alle medewerkers. Voor de vragen. Genoeg om mee te praten. We gaan snel van start. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer. Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op New Business Radio. Ja, Ron, we gaan de komende 2 uur met elkaar doorbrengen. En we beginnen graag met een paar prangende vragen. Zodat de kijker en luisteraar je ook als persoon wat beter leert kennen. Het probleem dat ik als horeca-ondernemer voor mijn gasten probeer op te lossen is... Gewoon een stukje ontspanning geven en een stukje gezelligheid. Een mooie ervaring. Ja, een mooie ervaring. Gewoon even alle sores vergeten. Mooi. De tweede, als ondernemer maak ik mij het meeste zorgen over? De inkoop, de producten, de prijsontwikkeling die gaande is. Zie je daar nog verandering in de komende tijd? Of is dit nu de status quo waar we mee te dealen hebben? Ja, ik denk dat we daar op dit moment mee te dealen hebben. En dat het altijd lastig is om naar beneden te gaan. Ook voor producenten en vooral de grote inkoopcentrales. Een goede prijsafspraken maken. En bijvoorbeeld je top 10 samenstellen is heel belangrijk. Als ik in het torentje zat, zou ik dit morgen als eerste veranderen voor de BV Nederland. Jongen zeg. Nou ja, gewoon ervoor zorgen dat de hele maatschappij wat liever wordt en wat toleranter. Mooi. Zeker, zeker. Met deze ondernemer zou ik graag een week op een onbewoond eiland willen zitten. Ron Jip. Mooi. Ja, dat lijkt me wel... We kennen elkaar wel, maar meer van hey hallo. Maar ik ben wel eens benieuwd naar zijn gewoon denkwijze en visie. Eigenzinnige horecaondernemer. Ja, absoluut. En ook iemand met lef. En een arbeidsethos waar je u tegen zegt, volgens mij. En heel realistisch altijd. Ja. Hey, als ik een buitenlandse stad een Rons gastrobar zou openen, dan zou dat zijn in... San Francisco. Mooi. Ben ik toch wel benieuwd waarom. Ja, omdat dat vind ik zo'n waanzinnig mooie stad. Maar ook culinair is het zo hot and happening. En ook vooral met de producten hoe ze ermee omgaan. Het is gewoon een culinaire hallen, maar ook alles om je heen aan producten is gewoon geweldig. Van wijnen tot groenten tot vis en vlees. Mooi. Wie weet wat er nog gaat komen. De volgende. Mijn favoriete restaurant of keten buiten mijn eigen imperium om is. Mag ook in het buitenland zijn. Ik vind dat de jongens van de juwelier het heel erg goed doen. Maar ook de mannen van Europizza in Amsterdam. In Noord is dat. In Noord, ja. Ja. Dus er hangt zo'n hele lekkere, ontspannen sfeer en het eten is fantastisch. Ik moet er eens gaan kijken. Ik kende het nog niet. Jij heel wel, populair. Ja. Mijn grootste uitdaging op dit moment, je hebt het al een beetje verklapt, is misschien toch wel die inkoop? Ja, maar ook gewoon personeel tevreden houden en motiveren. En tot slot, mijn missie is pas geslaagd. Wanneer? Ja, dat vind ik een hele lastige. Die is eigenlijk in mijn lijf is dat eigenlijk nooit geslaagd. Dat is continu, dat zijn er weer volgende stappen. Mijn missie is denk ik meer geslaagd als ik wat meer rust in mijn lichaam krijg en in mijn hoofd. Gewoon qua rust en niet te snel de volgende stappen willen maken. Is dat makkelijker geworden de afgelopen jaren? Ja, dat wel. Zeker weten. Ja. Dat, gedwongen natuurlijk door corona. Maar ik had wel altijd het idee dat ik te veel voordiep op de mensen waar ik mee aan het werk was. En dat is heel lastig, want dan was je iets in je enthousiasme aan het vertellen. En dan soms keken ze je aan van, ja, maar we zijn nog bij deze stap. Dat heb ik wel geleerd. Dat was ook wel gewoon een soort leerproces. En je wordt wat ouder. Zo dadelijk praten we verder met Ron Blaauw. Maar eerst gaan we naar het laatste ondernemersnieuws. Dit is De Ondernemer live op Nieuw Business Radio. Ja, dit is het ondernemersnieuws van dinsdag 18 april. En het Utrechtse participatiefonds Teslin verkoopt na 10 jaar zijn belang in IT-dienstverlener Ordina. En ontvangt daar, mind you, 87 miljoen voor. Zo schrijft het FD. Jan-Ja Bongers van Teslin noemt het een fantastisch rendement voor de investeerders. En Teslin was al sinds 2013 betrokken bij Ordina en had in totaal 16% van de aandelen in bezit. De Delftse start-up SenseGlove heeft financiering ontvangen van Lumo. Het Eindhovense fonds heeft een budget van 25 miljoen euro voor investeringen in robotica, mobiliteit en energietransitie. De investering in SenseGlove zal waarschijnlijk worden gebruikt om de ontwikkeling van een haptische handschoen voor te zetten. Die robothandschoen van SenseGlove wordt gebruikt voor virtual reality trainingen in onder andere de industrie en de gezondheidszorg. En het bedrijf heeft al samengewerkt met grote namen zoals Volkswagen, Airbus en Scania. Ja, een prachtig bedrijf. Daar kan je inderdaad, als je in VR zit, dan kan je echt voelen dat je een object oppakt. Of dat je een kraan opendraait. Heel fascinerende technologie. Dan TechLeap, die neemt de vaandel over van de Louis Stichting om Nederlandse techondernemers op het podium te hijsen. Onder de noemer Leading Entrepreneur in Tech, oftewel de LED Awards, zal de fameuze prijs voortgezet worden. En de jury bestaat wederom uit onder andere Corine Vigreux van TomTom, Valentijn Bras van Scoopy, maar ook sinds kort Job van der Voort van Remote.com, de Louis-winnaar van vorig jaar. En de eerste LED Award zal bekendgemaakt worden tijdens de Bold-event van TechLeap op 9 mei. Albert Heijn gaat werkelijke prijzen berekenen voor koffie met behulp van TruePrice. Dat is een Amsterdamse social enterprise die verborgen kosten voor milieu en een eerlijk loon meeneemt in de berekening. En dit wordt getest bij Albert Heijn To-Go-vestigingen in Wageningen, Groningen en Zaandam. De echte prijs voor een kop koffie die komt natuurlijk iets hoger te liggen dan de huidige prijs. En de premie gaat naar de Rainforest Alliance. En Albert Heijn streeft ernaar om binnen een jaar een B-Corp certificaat te behalen. Ah, mooie doelen, mooie doelen. En dan tot slot, crisis of niet. Consumenten trekken nog steeds zonder probleem de portemonnee. Vooral de bioscoop, de horeca. Pretparken en vakanties in eigen land zijn in trek. Dat blijkt uit cijfers van de gezamenlijke creditcardbedrijven ICS. Zo steeg het aantal bestedingen in de entertainmentbranche het eerste kwartaal met 32% ten opzichte van een periode een jaar eerder. En ook in de horeca betaalden in totaal 12% meer, maar dan specifiek met de creditcard. Voor meer ondernemersnieuws, kijk op deondernemer.nl. De Ondernemer. De Ondernemer live. Op New Business Radio. We praten verder met ondernemer Ron Blaauw. En Ron die was ongeveer een jaar geleden ook al bij ons te gast. En voor een kort item onder meer over hoe jij de personeelsperikelen aan het oplossen was. Daar gaan we het straks nog over hebben in de uitzending. Eerst waren we even benieuwd van hoe staat het met het imperium van Ron Blaauw? Anno, wat is het? April 20. 23. Ja, het gaat heel goed. Het is in de zaak heel erg druk. Gelukkig. Over hoeveel zaken hebben we het? Even voor de luisteraar. Wat is het imperium van Ron Blaauw? Nou, we hebben 4 restaurants. We hebben een kookstudio. We hebben een productieruimte waar we de boksen doen. We adviseren en maken het eten voor mooie boelers. En er zijn nog wat restaurants die we adviseren. Wat leuk. Waar gaat jouw meeste tijd in zitten? Nou, het is toch het op koers houden van het schip. Dus dat zijn kleine dingen. Aanpassingen in de kaart. Qua bediening wat dingen aanpassen. Interieur. Gewoon overal een beetje aanvoelen van wat wil de consument en waar gaan we een beetje naartoe. Dus probeer altijd een beetje geen trend te zetten. Maar ook gewoon te kijken van welke richting moeten we op. En heb je dat nodig, zoveel verschillende dingen? Want het is niet louter een restaurant runnen, maar je helpt andere bedrijven. Wat je zegt bij Mooie Boel, daar verzorg je de hapjes. Heb je dat nodig, dat soort afwisseling? Ja, nodig niet, maar ik ben wel altijd een bezig bijtje geweest. En ik vind vooral uitdagingen en kansen vind ik mooi om te pakken en om ergens in te springen in de diepe. Vind ik ook wel... altijd heel spannend. Om het dan beter te doen? Ja, beter, maar gewoon... Ik vind altijd... je moet gewoon dingen ook proberen en dingen ook gewoon doen. Lef tonen. En soms gaan dingen ook wel eens mis. Ja, so be it. En ik ben ook niet iemand van daar heel lang over malen of waarom. Maar gewoon proberen verder te gaan. En dat is een soort levensmotto. Heel veel vrienden en collega's die weten altijd dat ik zeg... ja, komt wel goed of maak je niet druk. En dat is ook vaak zo. Dat het heeft niet zoveel zin om te piekeren en om nachten wakker te liggen. Ik denk dat je gewoon verder die stappen eroverheen moet zetten. En proberen gewoon weer verder te gaan en door te gaan. Hoe bepaal je dan of je een nieuw project wel of niet aanneemt? Want ik denk dat er continu ideeën op je afkomen. Of dat je het zelf weer met iets tegenkomt. Of dat je dat is bij mij... Dus dat is toch onderbuik. En qua locaties is het gewoon ernaartoe rondrijden in de buurt. Gaan kijken. Gewoon een beetje het gevoel hebben van... pakt het me? En zou ik hier als gast naartoe gaan? Dus ik probeer me heel erg in de gast te verplaatsen. Maar ben je daar altijd mee bezig? Als jij rondrijdt in de auto, dan zit je altijd een soort scouten naar een mogelijke nieuwe locatie? Ja. Dat is wel een soort tikje dat je... oh, dat is een mooi terras zeg. Of waarom is hier geen terras? Of in het buitenland ook. Op Mallorca geweest een paar jaar geleden. En dan dat ik me verbaasde dat er geen leuke strandtenten waren. Bijvoorbeeld. Dat ik dacht, ja... En dan gaan jouw handen jeuken. Ja, dan denk ik, ja, hier een strandtent zeg, op deze plek. En hoe serieus is dat dan? Ga je het dan echt uitwerken of blijft het dan bij een wild idee? Dat zijn vaak wilde ideeën, maar dat houdt me wel scherp. En ik ben niet zo iemand die snel in het buitenland iets zal beginnen, omdat ik ook de gevaren van... je bent ver weg, de plaatselijke horeca en je weet ook niet hoe de lijnen lopen. Bijvoorbeeld op een Ibiza zou ik echt nooit een tent gaan beginnen, want ja, ik weet gewoon hoe het werkt daar. Als je succesvol bent, ben je gewoon aan de beurt. Hoe pak jij het aan bij jouw eigen tenten? Hoe vaak ga je langs? Hoe vaak kijk je in de boeken? Hoe vaak app je met de medewerkers? Kan je een beetje meenemen in jouw eigen... Er zijn sowieso heel veel appgroepen. Elke zaak heeft zijn eigen bedrijfsleider, chef en maître. Dus met z'n drieën moeten zij het eigenlijk doen. Zit jij in alle appgroepen zelf? Ja, in de meeste appgroepen zit ik. Er is een soort lijn hoe we willen werken. Qua bediening doen we dat nou samen met Wouter Verkerk. Met een hospitality stappenplan. Van ontvangst tot als de mensen weggaan. In de keuken is het wel dat we voor 95% samen met mijn executive chef dat we de lijn bepalen. Van dit is welke richting en ook de gerechten. Daar is weinig mogelijkheden zijn daarvan om af te wijken. We overleggen dat we heel goed met de chef. Want het moet wel bij hem passen. En hij moet er wel achter staan. En het moet ook wel een beetje zijn gerechten worden. Maar, en dan is er een apparaat van ons hoofdkantoor. Waar we F&B managers hebben. Personeelszaken. Marketing. Events. Reserveringen. Waar ook weer iemand verantwoordelijk voor is. En wekelijks zitten we eigenlijk met 3 man om alles te bespreken. En we hebben het ook zo verdeeld, met z'n drieën zo verdeeld dat we allemaal een taak hebben om 1 zaak een beetje te ontarmen en daar wat meer op te letten. En welke is dat voor jou? Voor mij is dat Sofielaan. Ja, eigenlijk waar het begonnen is. En Ja, waar ik me ook op de een of andere manier ook altijd mijn afspraken heb. Dus dat is heel raar, is dat je een soort plek hebt waar je... Zo'n klein kantoortje onderin, tussen de wijndozen waar een computertje staat en waar ik dan heel vaak zit. En ja, heel vaak ook gewoon elke week wat dingen van me afschrijf om soort lijstjes te maken van to-do. Wat voor mij heel prettig en werkt. En geen Trello en dat soort dingen. Dat hebben we allemaal mensen geprobeerd om dat bij me erin te brengen. Maar... Gewoon fysiek papier. Ik moet het van me afschrijven. Ook met een menukaart heb ik in mijn hoofd. En dan moet ik hem gaan opschrijven op papier. En dan gaat hij leven op de een of andere manier. En dat lukt niet op een tablet of zo. Dat is... En ik kan me nog die prachtige documentaire, dat over Ron Jip herinneren. Waarbij hij dan zelf in de kelder van een van zijn zaken, volgens mij op dat mooie plein in Amsterdam, dat hij met zijn zus meerdere keren per week daar zit. Om fysiek alle boeken van alle restaurants door te nemen. Van alle inkoop, alle verkoopfacturen. Om zo voor hemzelf in van grip te houden op in ieder geval ook de financiële zeilen van de organisatie. Hoe heb je dat bij jezelf belegd? Hoe zorg jij... Nou, we hebben alle bedrijven werken met Excel-sheets waar ze dagelijks eigenlijk de inkoop op bijhouden. En daar krijgen ze weer een verkooprapport van, zodat we ook eigenlijk elke dag kunnen zien wat de inslag en wat de loonkosten zijn. Daar kan ik elk moment in. Dat werkt voor de chefs heel prettig, ook voor ons. Want dan kun je nog, laten we zeggen, je keukenpercentage in de laatste 4-5 dagen van de maand nog een beetje bijstellen. Of gewoon dat ze weten van het staat nu op 22-23% en het moet naar 20. Dus jongens, je hebt nog een paar dagen om die 3-4% in te halen. Ze krijgen bonussen daarvoor, 13e maand, et cetera, et cetera. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat ze meedelen in het succes. Maar ook als er pijn is, dat ze die pijn ook een beetje voelen. En verder is het gewoon dagelijkse controle. Maar het is niet zo dat ik dat doe. Die verantwoordelijkheid moet bij die chef of bij die bedrijfsleider liggen. Die moet met die pakbonnen en met die inkoopfacturen bezig zijn. Dat hij weet wat hij aan het doen is en ook wat er binnenkomt. Dan gaat het bij hem ook leven, hè? Denk ik dan. Ja, zeker. En die betrokkenheid is super belangrijk. En ook dat ze... Dus iedereen mag bij ons eigenlijk weten wat de omzetten zijn en... Ja, wat we proberen einde van de maand over te houden. Je bent ook veel betrokken bij allerlei nieuwe initiatieven van jonge ondernemers die ook ambitie hebben in de horeca, om de horeca te vernieuwen. Dus ik ben heel benieuwd wat je van onze volgende gast gaat vinden. Duurzaamheid. Het is niet meer weg te denken. In ons dagelijks leven, de politiek en natuurlijk op het gebied van business. Hoe laten we de wereld na aan de volgende generaties? Droogte, opwarming van de aarde, uitputting van grondstoffen, luchtvervuiling. Hebben we betaalbare oplossingen voor deze problemen? In Groene Groeiers op Nieuw Business Radio gaan we op zoek naar een match die leidt tot innovatieve processen, producten en diensten die duurzaam en rendabel zijn. We doen dat met het gelijknamige ondernemersnetwerk van VNO-NCW, waarin ondernemers duurzaamheidsuitdagingen aangaan. Groene Groeiers. Met Glenn van der Burg. Hoor je elke tweede vrijdag van de maand tussen 11 en 12 uur op Nieuw Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren via nieuwbusinessradio.nl of via podcastkanalen als Spotify, Duke of Apple Podcasts. Groene Groeiers wordt in samenwerking gemaakt met provincie Zuid-Holland. De Ondernemer. Live op Nieuw Business Radio. Ja, de stadsoase De Achtertuin in Nijmegen heeft via crowdfunding €150.000 opgehaald om uit te breiden naar een permanente locatie. De ondernemers hopen nu via een nieuwe crowdfunding €300.000 op te halen om de financieringsbehoeften te realiseren. Samen met een betrokken achterban en vaste gasten en in de studio te gast Pieter Lenting. Nou, hoi. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Hoe eerste keer radio? Ja, zeker. Dus leuk. Nooit hier geweest op het Mediapark, maar heel gaaf. Ja, eerste keer moet er zijn. Ron, dat jij nog de eerste keer dat jij werd gevraagd voor media? Ja, dat was super spannend. Maar ik was vroeger ook radiopiraat. Dus ik heb altijd wel een soort aantrekkingskracht gehad naar die microfoon. Oh, wat grappig. Hoe zet je gewoon op je zolderkamertje dan? Ja, met een groepje. En, unit 102. En we waren een zeer populair radiostation in Horen. Dus eigenlijk als de keuken je niet had gegrepen, was je misschien nu wel een van Nederlands bekendste radiodiensten. Dan had hij hier staan, hè? Nou, ik heb wel echt bandjes opgestuurd naar Vara, Veronica en noem maar op die tijd. En wel eens, dan mocht je dan langskomen op vrijdag bij een uitzending van Stenders en Curry en Van Inkel. Hoe oud was je toen? Ja, 16, 17. Cool. Echt, het was echt, echt zo'n mooie tijd. En op mijn kamertje met ijzerdraad, dat ik nog net decibel kon ontvangen op 96.2. Dus ja, dat was... En al het geld wat ik verdiende in mijn krantenwijkje ging op aan plaat en 12 inches. En, ja. En, maar niet gedacht van, hè, met die enorme podcast-hype die er gaande is, ga ik gewoon de Ron Blaauw show ontwikkelen. Nou, er zijn wat plannen met Julius Jasper samen. Dus leuk. We zijn iets aan het bekokstoven. Hou ons op de hoogte. Hey, Pieter, vertel eens, voor mensen die inderdaad misschien niet uit de omgeving van Nijmegen komen en daar helemaal op de hoogte zijn van alle horeca-ontwikkelingen. De Achtertuin, wat is het en hoe ben je er zo bij gekomen? Ja, nou, dat is... Dus sinds 2020 zijn we begonnen. Eigenlijk mijn compagnons. Ik werk zelf pas sinds vorig jaar was ik in dienst. En ik ben afgelopen jaar ingekocht. Dus echt begonnen als ondernemer. Ook als kerstvers. Maar het is begonnen als een placemaking initiatief. Je hebt in Nijmegen de Vasim. En dat is op het Nijmaterrein. Dat is een oud industrieel oude zijdefabriek. En die zijdefabriek die wordt herontwikkeld. En als placemaking initiatief is dat dan een eerste locatie die dan vervolgens mensen gaat trekken. En zorgen dat het een interessante plek is. Je hebt de oude Honigfabriek ook. En de Honigfabriek die is nu gesloopt. Heel veel culturele plekken die daar zaten. Ondernemingen van een beachfabriek tot van alles en nog wat. Dat is nu naar de Vasim ook verplaatst. En nu is de ontwikkeling van het terrein bijna af. En gaan wij eigenlijk ook van tijdelijk naar permanent. Eerst was het alleen een buitenlocatie. Dus jullie hebben het eerst eigenlijk hip gemaakt, in het kort gezegd. En dan volgt de rest vanzelf. Ja, nou eigenlijk is dat wel een beetje het idee. Het was ook super populair in coronatijd. Dus het is, het is eigenlijk in mei 2020 geopend. Nou, dat is precies midden in corona. Het was ook al echt de hotspot van Nijmegen. En op die manier is dat eigenlijk altijd in de zomers geweest alleen. Het was alleen maar buitenlocatie. En op die manier best wel lastig om natuurlijk permanent door te gaan. Want ja, in oktober ga je weer alles afbouwen. In april ga je alles weer opbouwen. Nou, dat is wat we nu ook hebben gedaan. Dus daar zijn we nu volle bak mee bezig. Maar nu is dus de volgende stap. We krijgen dus in het pand, wat aangrenzend is, krijgen we dus een grote binnenruimte van 400 vierkante meter erbij. En daar gaan we, dus voor het hele jaar door moet het veel meer vaste horeca worden. Waar we voorheen best wel wat focus hadden op feestjes en dergelijke. Gaan we nu ook wel veel een restobar als het ware. Een gastrobar is, is een hoger niveau. Bij ons moet het vooral heel toegankelijk zijn. Lekker laagdrempelig. Iedereen is welkom. En op die manier willen we graag een heel breed publiek aantrekken. En in Nijmegen is daar zeker veel ruimte voor. Ron, je hoort dit aan. Ik zie jou... creatieve horecabrein al radartjes al afgaan. Wat denk je hierbij? Nee, superleuk. Ja, ik vind Nijmegen is een ontzettend leuke stad. We adviseren 2 zaken in Nijmegen. Berlin en Banco. En dus er komt gewoon heel, heel, heel jong, heel, heel fris publiek valt me altijd op. Ja, zeker. Veel studenten natuurlijk. En ze houden van lekker eten. En Pieter, wat is jullie kerndoelgroep? Hoe onderscheiden jullie je van de andere horecazaken die hier in de buurt te vinden zijn? Ja, nou, onze kerndoelgroep die wij hebben gedefinieerd. De millennials, net wat juppen. Mensen die wel al klaar zijn met studeren. De oudere studenten ook zeker nog wel. Maar de jongere studenten die komen ook wel. Die weten ons toch wel te vinden. Maar wij gaan ons focussen wat meer op de jonge ouders bijvoorbeeld. Die lekker zonder kinderen weer een avond op pad willen. Maar ook de buurt bijvoorbeeld. Dat wordt een hele belangrijke. En we hebben dus dusdanig breed openingstijden dadelijk. Dat we zowel de lunch, diner als de nacht ingaan. Ja, dan heb je dus ook net andere doelgroepen op andere momenten. Maar dat gaat wel werken. Realistisch, Ron? Ja, zeker. Maar ik ben nooit zo van een doelgroep. Maar dat is persoonlijk. Een restaurant moet toegankelijk zijn en voor iedereen. Dat gevoel. Vooral in Amsterdam zie je dat heel veel. Dat ze bepaalde zaken op een bepaalde doelgroep mikken. En dat toch altijd een bepaald soort sfeertje dan in een zaak hangt. Maar goed, er is gewoon heel veel ruimte. Iedereen wil tegenwoordig lekker uit eten en een leuke avond hebben. Dus. Hoe probeer jij je dan te onderscheiden? Als je niet specifiek dus een doelgroep mee begint. Je wilt je waarschijnlijk toch op een bepaalde manier iets eigens meegeven. Nou ja, vooral niet te hip worden. Gewoon, je moet een plek zijn waar opa en oma komen, waar de kleinkinderen komen, maar ook waar ik eigenlijk zonder zenuwen, waar mijn moeder zou kunnen binnenstappen en er op een gemak zou voelen. En ik denk dat voor een horecazaak het allerbelangrijkste is. Je ziet hoe kwetsbaar je bent als je te veel in Amsterdam op het hippe publiek mikt. Ja, dan kan het echt zo zijn dat je van op de een of andere dag gewoon uit bent. Ja. En dan zit gewoon, ja, op een vrijdagavond zit gewoon iedereen in die andere hotspot. En dat is gewoon heel gevaarlijk. Wat je ook ziet nu in de 9 straatjes met zaken waar rijen staan. Ja. En dat kan zomaar, in één dag kan dat over zijn. En dat ben je heel kwetsbaar. Pieter, hoe proberen jullie dat tegen te gaan? Om niet te hip te worden en daarmee dus ook inderdaad een bepaald publiek buiten te sluiten. Of de kans te krijgen dat je overmorgen in één keer niet meer interessant bent. Nou ja, wij proberen wel echt... ik heb toegankelijk al wel een paar keer genoemd, maar dat is een van onze kernwaarden. Wij vinden gewoon, je moet wel authentiek zijn. Dus zolang wij onszelf blijven en niet iets anders geforceerd gaan doen, dan zien mensen dat. En dan gaan we ook niet proberen hip te zijn. Nee, wij doen dit omdat we dit zelf heel vet vinden en leuk vinden. En we hebben het idee dat de mensen daar ook voor komen. Dan nog even terug over die crowdfunding. Hè? Want er is al €150.000 opgehaald. 3 ton is het nieuwe doel. Ja. Hoe ver staat het? 160.000 ondertussen. Met hoe lang nog te gaan? Met nog 2 weken te gaan. Maar eigenlijk als het ons doel was gewoon 150.000. We kunnen tot 3 ton. We gaan ons eerste volgende doel is 200.000 om het in stapjes maar te doen. Hè. Maar we zijn nu serieus aan het kijken, omdat het zo goed gaat, of we wellicht ook zonder de bank zouden kunnen. Dat zou helemaal mooi zijn. Dat is het beste. Ja, nee, zeker. Ik heb genoeg adviseurs die me dat ook duidelijk hebben gemaakt. Nou, nog eentje erbij. Turven erbij. Hey, inderdaad, 168 investeerders hebben al gemiddeld genomen €921 ingelegd. Ja, mooi voor een rendement van 4,5% op jaarbasis. Nou, je krijgt het bij de bank, zou je het er niet krijgen. Wat probeer je de investeerders nog meer te bieden om ze echt onderdeel te laten worden van jullie droom om de nieuwe horeca hotspot te worden van Nijmegen en omstreken? Ja, nou op zich 4,5%. Het is een mooi bedrag, maar we willen niet per se dat mensen het voor het bedrag doen. Ook we willen ambassadeurs creëren. We willen dat mensen betrokken zijn bij de achtertuin. Zodat ze het ook zelf leuk vinden dat daar dus een nieuwe plek komt voor hun. En dat is ook een van de redenen waarom we crowdfunding zijn gaan doen. Maar daarnaast hebben we wel wat extra beloningen. Mijn compagnons die hebben in Nijmegen ook wat festivals. Onder andere met die Vierdaagse doen ze de nodige pleinen. Maar ook voor het Drift Festival of Backyard Festival. Dat zijn in Nijmegen best grote festivals. En daar krijgen mensen, kunnen elkaar kaartjes bijvoorbeeld te krijgen als ze een bepaald bedrag investeren. En daarnaast we doen wat leuke gadgets wat ze erbij krijgen vanaf €500. En we willen mensen, we hebben een mooie pergola constructie. En dan gaan we dan mensen de naam in het hout branden. Zodat ze toch een beetje vereeuwigd worden. Dat ze toch een beetje ook zelf kunnen zeggen. Nou kijk, dit heb ik aan bijgedragen. Mooi in de pergola. Ja. Vereeuwigd in de pergola. En ondernemers, mogelijk investeerders, consumenten die geïnteresseerd zijn, kunnen natuurlijk even een kijkje nemen op crowdaboutnow.nl over wat ze allemaal te wachten staat. Ron, misschien nog een laatste tip voor deze ambitieuze ondernemers. Wat altijd werkt is dat mensen een soort tegoed krijgen wat ze investeren, dat ze het kunnen eten. Alleen dat is het ook. Dus twee mogelijkheden. Dus een investering echt, dat is het rendement. En als het ware een cadeaubon. En dat is dan, dat kunnen ze opeten. Ja, dat werkt altijd. En mensen vinden het ook leuk om dat cadeau te geven. Of dat bedrag wat ze investeren, dat ze dat misschien zelf kunnen weer in teambonnen kunnen geven aan andere mensen. Zo ontstaat die vlek. En, dat zijn die ambassadeurs die we willen hebben. Ja. Nou, heel erg veel succes met jullie missie. En we gaan het heel graag volgen als ook de binnenruimte van 400 vierkante meter is geopend. De Achtertuin in Nijmegen. Pieter Lenting, dankjewel. Dankjewel. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevenden, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. Elke maandag live om 3:00. En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app. De Ondernemer. De Ondernemer live op New Business Radio. Op 24 april, volgende week maandag, worden de Michelin-sterren uitgereikt in het De Lamar Theater in Amsterdam. En de beste chefs en restaurants van Nederland zullen daarbij aanwezig zijn. En de ondernemer, die heeft een speciale radio-uitzending, gepresenteerd door Roland Tameling en Martina Howard, waarbij interviews met topchefs en insiders uit de restaurantwereld zullen plaatsvinden. Ja, Jonathan, jij bent natuurlijk van De Ondernemer. Ja, zeker weten. Hoe zijn jullie bij dit briljante concept gekomen? Dat jullie de handen ineen hebben geslagen. Eigenlijk heel, heel eenvoudig. Als je gewoon kijkt van wat zijn nou ondernemers? Ja, die zitten heel vaak in de horeca. Dus al die Michelin-sterren-eigenaren hebben bijna eigenlijk allemaal een eigen zaak. Dus ja, daar was precies. Ze koken niet alleen op topniveau, maar ze ondernemen natuurlijk ook op topniveau. Precies, Ron is daar een heel goed voorbeeld van. Dus dat was eigenlijk heel snel een 1-2'tje. Hebben de handen ineen geslagen met Koninklijke Horeca. En nu gaan we 5 uur lang radio maken. Ik kijk heel veel op het speakbriefje, want het staat nog niet in beton gegoten. Maar we hebben onder andere, we gaan vooruitkijken met Jonny Boer van de Libreien. Zeker niet de minste. Mooi, nee. Dirk Beljaerts, voorzitter van de Koninklijke Horeca. Die zit voor de duiding. En we hebben ook een trendwatcher die een beetje naar de toekomst gaat kijken. Want er verandert een hoop in de Michelin-wereld. Ja. Ron, kijk je er altijd naar uit? Natuurlijk een hele spannende dag. Vroeger wel meer dan nu eigenlijk. Ik moet heel eerlijk zeggen dat het me nu niet meer zo boeit. Maar wel voor team en zo is het gewoon super belangrijk. En Michelin blijft, vind ik, gewoon de enige erkenning eigenlijk. Want Ron, neem ons eens mee. Wij zijn op dat gebied culinaire leken natuurlijk. Ja. We zijn lekker bekken, maar daar houdt het ook bij. Waar kan je een Michelinster mee vergelijken? Ja, ik zeg altijd winnen van de Champions League. Het is iets waar je, als je start, gewoon voor gaat. En het is je ultieme droom. Het is het onbereikbare wat je wil bereiken. En daar gaat alles, moet daarvoor wijken. Ja, we zaten een beetje over te filosoferen. Of er in ons vakgebied van de journalistiek iets vergelijkbaars is. Nou, misschien de tegel. Maar zou je dit voor de luisteraars thuis kunnen vergelijken met een soort van de Oscars in de restaurantwereld? Ja, zeker. Het is zo'n golf van euforie die als het je overkomt. Ja, neem ons eens mee naar die eerste keer. Want die eerste keer, we stonden elk jaar op het lijstje en elk jaar werden we genoemd en elk jaar kregen we telefoontjes van mensen die zeker wisten dat het dit jaar zou gebeuren. En mijn vrouw en ik hadden eigenlijk na 3, 4, 5 jaar het eigenlijk al een beetje naast ons neergelegd. En toen waren we in Maastricht. En toen was daar weer een uitreiking. En ik ga nooit eigenlijk meer naar dat soort bijeenkomsten. En toen ook al niet. En we stonden gewoon lekker op de beurs. En toen kwam een jongen, een oud werknemer van me naar me toe. Die begon me te feliciteren. En ons te feliciteren. En ik zei echt, nou maar donder op man. Begin nou niet weer. En toen bleek dat we hem echt hadden. Ja, dat was ongelooflijk. En uiteindelijk 1,5 jaar later kregen we de tweede ster. Ja. En dat was nog meer van dat, totaal onverwachts. Die eerste, daar werkten we echt voor. En die tweede ster kwam eigenlijk als een donderslag bij helder hemel. Wat doet dat voor je horecazaak? Hè? Dus je staat al jarenlang genoemd als op de talentenlijsten. De shortlist. Ja. En wat merk je qua effect als ondernemer ervan? Nou ja, je merkt gewoon dat een ongelooflijke aantrekkingskracht heeft. En een stroom van gasten. Dus het voordeel is dan dat je gewoon veel meer weet wat je lunch en diner gewoon eigenlijk vol zit. En daar kun je dan je hele businessmodel veel beter op gaan bouwen. In plaats van de onzekerheid van 2 tweetjes lunch en s'avonds niet. Je weet gewoon dat je vol zit. Dus dan kun je je team opbouwen. Je kan meer koks aannemen, meer bedieningen aannemen. Je kan misschien ook betere mensen aannemen. Je hebt de aantrekkingskracht van mensen die bij je willen werken. En vooral met 2 sterren. We hadden echt uit de hele wereld mensen staan. Maar daarom des te opvallender dat jij in 2013 de sterren vaarwel hebt gezegd. Voor Restaurant Blauw was dat. Toen ging je, ik heb het even opgezocht, een artikel van het Parool Nouveau ruig koken in de gastrobar. En wat dan ook weer opvallend is, niet veel later kreeg de gastrobar toch weer een ster. Hoe moeilijk is het voor jou om die ster niet te halen? Nee, kijk, ik zat met die 2 sterren en we waren al verhuisd naar Amsterdam en het ging me gewoon tegenstaan. Ik merkte dat ik zelf niet, met mijn vrouw, we gingen niet vaak meer in sterrenzaken eten. Het was meer gewoon een rijssel kwam, loetje, zat ik gewoon graag lekker tussen in de gezelligheid. En ik was te veel af van het koken. Het werd meer een soort plaatjes maken. En het was de tijd van El Bulli. Dat was veel stoom uit je oren, rook uit je neus. Moleculair koken. Ja, moleculair. Het was een rare tijd. En het kon niet gek genoeg. En ik voelde gewoon ook aan het pand van... hier past geen sterrenrestaurant. Hier moet een zaak zijn die gewoon lunch en diner vol zit. En waar je gewoon lekker kan eten zonder poespas. Dus en dat werd de gastrobar? Dat werd de gastrobar. En dan niet veel later komt toch die ster? Ja, Michelin kwam vrij snel eten. De hoofdinspecteur en zijn adjudant. Hoe gaat dat? Even voor mijn beeld. Weet je dat ze komen? Nou ja, wij doen allemaal... We doen allemaal of we niet weten dat we ze kennen. Maar overal hangen we foto's. En ook van recensenten van de Volkskrant, van het Parool in elke keuken. En er is een soort telefoonlijn zodra ze de grens overstappen dat die aangaat. Ja, want dat is een Belg, hè? Als ik me niet vergis. Ja, de man van de Michelin. Dat is meneer Loens. En hij heeft wat mensen om zich heen nog die ook soms vernieuwd. Maar heel snel krijgen we al in de appgroepen of van ze zijn hier. Of het is een soort... Fascinerend. Net als een soort trekker onder een auto hebben. Die we volgen, maar... En dan, moet voor die mensen ook heel raar zijn. Dat die weten dat natuurlijk wel. Ja. En dan moeten we ook nog heel verbaasd doen. En net doen of we ze niet herkennen in de zaak. Dus dat was ook altijd een soort spel van... Een soort theater. Ja, dus iedereen in de keuken foto's maken. Zo van, hij zit hier, en doorsturen. Maar het is wel... Ja, het zijn wel mensen. En vooral, denk ik, meneer Loens... met ongelooflijk veel kennis. En toen ik hem belde om te vertellen dat we gingen stoppen... zei hij alleen maar, ja, meneer Blaauw, je moet uw hart volgen. En hij kwam heel snel daarna eten. En toen, dat is wel een heel grappig verhaal... hadden ze geluncht met z'n tweeën... en toen wilden ze even apart een kop koffie met me drinken. Wat vrij ongebruikelijk is. En eigenlijk ook weer niet, want ik ben altijd wel daarna... gewoon op ze afgestapt en als ze er zaten een hand geven. En dat gedoe weg van dat ik net niet wist of ze er waren. Maar gewoon, weet je, kom op. Doe even normaal. Ja. En we gingen zitten en uiteindelijk vroeg hij mij zo... wat denkt u, hè? 1 of 2? En ik begreep hem eerst niet, zeg, wat bedoelt u? 2 koppen koffie? Nee, 1 of 2 sterren. Nou, doe maar 1 dan. Ja, dat dacht ik ook. En het was niet dat hij zei dat we die ster... maar het was wel een soort bevestiging dat hij het had een fantastische middag. We zaten vol... En hij vond gewoon ook dat het... Het was ook een soort omslag in Nederland, denk ik. Dat wij als gastrobar een ster kregen. Misschien ook wel een stukje dat hij het misschien wel kan respecteren. Dat je de keuze hebt gemaakt. Dat had hij zeker. En we maakten het ook gewoon, denk ik, wat laagdrempeliger. En er waren al zaken mee begonnen. En je merkt gewoon dat een horecazaak voor een stad gewoon super belangrijk is. Ook voor een buurt. Als een buurt gewoon... wat minder aantrekkelijk is, kan een horecazaak dat tegenwoordig gewoon omdraaien. Als die gaat zitten daar, dan zie je echt die buurt gewoon opleven. En die huizen gaan ineens aantrekkelijker worden. Daar is horeca heel belangrijk voor, denk ik. Maar aan de andere kant, die macht ligt dus in de handen van 1 of... je zei 2 mensen, die kunnen een zaak maken, maar ook breken. Hè? Als een ster wegvalt en je doet dat niet zoals jij uit jezelf... dan kan de wachtlijst misschien ook wel in elkaar duikelen. Of zie ik dat verkeerd? Ja, natuurlijk. Maar dat ligt natuurlijk niet aan die mensen. Dat ligt natuurlijk ook heel vaak aan jezelf. Is het niet subjectief? Nou, kijk, het is niet zomaar dat zij heel onterecht een ster gaan afpakken. Dat is toch wel heel vaak... Kijk, ze zijn niet gespeend van vriendjespolitiek. En dat vind ik wel vaak bij andere gidsen zo. Dat er Nederlandse gidsen zijn, ik noem geen namen, die weer een nieuwe redactie krijgen of een nieuwe eigenaar. Die moeten dan weer nieuwe inspecteurs inhuren. En als je daar net een fitty mee hebt gehad, of het een oud collega is geweest waar je, of een oud werknemer, dan weet je gewoon dat je aan de beurt bent. Ja. En dan kun je 10, 20, 30 of misschien wel uit een top 100 vallen, omdat je een keer een grote mond hebt gehad. En dat is bij Michelin ondenkbaar. Een integere lijst dus? Absoluut. Het lijkt me ook heel lastig bij iets als de horeca, hè, wat natuurlijk met zoveel bijna ongrijpbare facetten te maken heeft. Het gevoel wat je krijgt als gast heeft te maken met het ontvangst, met de toon die mensen je aanstaan, met de geur, met de alles, ervaring. Hoeft maar 1 ding fout te gaan. Dat kan je bijna niet. De manier van als je belt of meneer van reserveren al. Hoe gaat dat? Of dat je een kwartier in de wacht moet staan voor je wordt geholpen. Weet je, het is zo... Jo Braak, ik heb altijd tegen mij gezegd... uit eten gaan is theater en dat is zo. Je gaat, als je naar een restaurant toe gaat... is het toch al vaak iets waar je een paar dagen mee bezig bent. thuis, de oppas moet op tijd komen. De kinderen moeten misschien wat sneller van voetbal terugkomen. Of je bent er allebei mee bezig. Dus vooral die eerste indruk, als je dan die drempel overgaat, moet gewoon warm zijn en kloppen. In plaats van dat je vaak ziet dat je gewoon genegeerd wordt. Of, ja, weet je, net als met winkels. Ik geloof er niet in dat we online alleen maar gaan kopen. Als je een goede winkel hebt, waar je goed personeel hebt, die het leuk vindt om daar te staan en jou wil helpen en verwennen en zorgen dat je met een glimlach je zaak uitgaat, dan werkt zo'n winkel. 100%. Alleen, heel veel ondernemers hebben dat zelf verpest door onervaren personeel neer te zetten en keiharde muziek en dat soort dingen. Dat je denkt, ja, hier ga ik niet meer heen, weet je wel. Ron, ik heb dus ik ben in de lijst gedoken met de Michelinsterren. En er staat wel geteld 1 vrouw op. En er staan weinig mensen van kleur op. Hoe kan het dat de Nederlandse sterrenwereld zo, ja, niet divers is? Beetje homogeen. Ja, het zijn bijna allemaal mannen van 40. Omdat het toch te veel nog een mannenwereld is. En dat is ook, denk ik, door het cultuurtje wat er de voorgaande jaren is gekweekt van hard en beetje macho. Macho, lange dagen. Wij zijn heel trots in de Gastgeber dat we 4 vrouwen hebben werken. Nu al anderhalf jaar in het team en die er nog steeds zijn. En dat is voor een groot horecateam best wel een echt heel goed. Want het is echt wel een... Er lopen ook heel veel mafkezen. Maar zie je het veranderen? Is het een kwestie van jaren voordat er meer vrouwen in staan? Absoluut. En qua kleur denk ik dat het ook te maken heeft met de stap om te ondernemen. En de mogelijkheden die tegenwoordig met crowdfunding breder. Er komt echt wel een generatie aan die daar verandering in gaat brengen. Ja. En je zegt het net zelf ook, de werktijden. Hè? Vroeger was het echt buffelen. Ik denk dat 80 tot 100 uur gehaald werd. Kan je met 40 uur in de week ook een Michelinster behalen? Zeker, maar maar dat betekent niet dat je 6 of 7 dagen open bent. Dus je ziet heel veel restaurants ervoor kiezen om 3-4 dagen open te gaan. En alleen maar diner met het vaste team. Dat is een keuze. En, kan dat uit? Nou ja, dat wordt steeds lastiger natuurlijk met alle personeelskosten. Weet je, het is sowieso, vind ik het... Of het nou ZZP'ers zijn of mensen in de horeca die dan 3 dagen willen werken. En dan denk ik, ja, prima, dat is je keuze. Maar ik heb nog altijd zoiets als met een rekensommetje. Als ik 4 dagen werk, dan heb ik 3 vrije dagen. En dan kan ik met die 4 dagen verdien ik meer dan die 3 dagen. Dus, maar andersom denk ik, ja, hoe ga je dat bekostigen? Hoe ga je dan sparen voor een huis of iets? Of, die gedachtegang is gewoon heel erg veranderd. Ik denk ook door corona. Maar ik denk niet dat stand kan houden. Maar jij bent daar ook milder in geworden, toch? Tuurlijk, je moet daarin meegaan. En je moet, vergeleken met 30 jaar geleden ben ik ook een heel ander mens daar geworden. Maar dat was ook vaak onkunde of gewoon zo op die spanningsboog en die adrenaline van presteren en de beste willen zijn. En hup, borst naar voren. Dan word je vanzelf een lul, eigenlijk. Nou ja, het is een soort hiërarchie en dat is veranderd. Ik ben veranderd. We moesten veranderen. En je zag gewoon heel veel dingen in de keukens bij ons die gewoon die zeggen, ja jongens, dat accepteren we gewoon niet meer. Zoals? Nou ja, gewoon of schelden of naar de bediening toe. Stemverheffingen en zo. En in de hier tot de moment gebeuren dingen. Je ziet het ook wel eens op een voetbaltraining bij professionals, dat ze op de training ruzie krijgen met elkaar. Weet je, dingen gebeuren. Dat moeten we ook niet overdrijven. Maar gewoon het respect naar elkaar toe, dat is gewoon wel op nummer 1 komen te staan, denk ik. Eigenlijk een beetje. En een veilig gevoel in je zaak creëren. En hoe zorg je daarvoor? Want het is altijd een mooie ambitie om te hebben. En je ziet zelfs ook, hè, in de media hebben we ook veel nieuwsberichten gehad over... En een hoop meldpunten ook. Ook meldpunten, inderdaad. Maar het is natuurlijk blijkbaar toch iets waar je proactief aan moet werken. Ja, zeker. Okay, maar het is ook gewoon een tweede of een derde kans. Kijk, we hebben eigenlijk al een paar jaar geleden iemand in dienst genomen. Marco Wins, die ons eigenlijk het personeel een beetje begeleidt. En een soort mental coaches. En die mensen ook kunnen bellen als er problemen zijn. En je moest voorstellen, als je wist dat er iemand met cocaïne in de keuken was, dan was het einde verhaal en wegwezen. En nu gingen we kijken van ja, misschien is het probleem dieper. Gingen we zo'n jongen begeleiden en mee praten. En dan hoorde je ineens verhalen dat je dacht, jezus, Nou, dat wisten we niet, zeg. En probeer je te helpen. En we hebben daar best wel veel jongens weer op het pad gekregen. Die een tweede kans krijgen. En ja, dat zijn vaak daarna de loyaalste mensen. Omdat ze ook, je hebt ze geholpen. Maar ik heb me altijd verbaasd hoe weinig aandacht er was bijvoorbeeld van ouders. Die nog niet eens wisten waar hun kind aan het werk was of zo. Dat je denkt, ja, hoe in godsnaam is dat mogelijk? Dat we een telefoontje kregen na een week van een ouder. Ja, wat belachelijk. En hij is nog niet thuis. En oké, dus 21:15. Ja, hij is aan het werk gewoon. Ja. Oh, ja. En toen zijn we ook begonnen om mensen, gewoon ouders uit te nodigen als ze begonnen bij ons om te lunchen. Dat ze een beetje weten van waar werkt ons. Eigenlijk een heel onboardingstraject ook voor de familie dan. Ja, zeker. Kijk, als je jonge mensen in de keuken of in de bediening krijgt, 17, 18, 19 jaar, je krijgt ook een soort andere rol. Hè? Want die zijn meer bij jou dan thuis eigenlijk. Dus je moet ook dat niet onderschatten. Niet onderschatten. En er moet ook gewoon een warm bad zijn waar ze in terechtkomen. En niet, ik heb het vroeger ook gezien met jongens die uit het zuiden kwamen. En ineens in de grote stad Amsterdam. Ja, en die zag je gewoon afglijden. En ja, steeds meer naar de drank en de drugs. Jonathan, we zeiden het al even. Op 24 april zullen dus die Michelinsterren worden uitgereikt. En ja, de ondernemer is daarbij. Hoe kunnen mensen die alles willen weten over het laatste van de haute cuisine wat de Nederlandse horeca te bieden heeft? Kijk dan vooral op deondernemer.nl. We hebben inmiddels al in aanloop naar deze radio-uitzending volgens mij wel 6 hele mooie portretten met Michelin-sterren-winnaars gehad. Waaronder Margot Reut, ja, die ene vrouwelijke Michelin-sterrenchef. Die ene vrouw, maar ook een chef wiens zaak volledig is afgefikt. En hoe ga je daar dan mee om? Een familiebedrijf die geloof ik al 45 jaar in de lijst met Michelinsterren staat. Dus echt wel hele bijzondere verhalen. Kijk daarop en luister vooral maandag tussen uit mijn hoofd 10 en 3 op deondernemer.nl. En je weet wat er gaande is op dit moment? Nee? Nee, deel ons mede. Er gaat een lijst rond van de nieuwe sterren. Oh, hij zou gelekt zijn. Ja, maar Michelin ontkent het dat het zo is. Maar heb jij die lijst? Ik heb ook de lijst per app gekregen, ja. Kan jij die doorappen? Maar het is wel, het houdt wel, je ziet hoe het leeft. Hè? En of het nou een hoax is of dat het echt is. En er zijn een aantal bekende chefs die ervan overtuigd zijn dat het echt gelekt is. Michelin zegt van niet, maar het is, ja, ik heb hem al geloof ik 150 keer gezien en van collega's. Hey, heb je deze al? Het leeft dus echt in de horecawereld. Ja. En dat is toch heel knap hoe Michelin dat... Ja, prachtig. Ja. Prachtig hoe dat instituut al zo'n oud instituut stand blijft houden. En op de 24e zullen we weten of die lijst echt was. Of ja, toch, spannend. Weet je, spannend. Ontdek wat je klanten en doelgroep echt beweegt. Geen loze kreten, maar inhoudelijke argumenten. Geen korte termijn succesjes, maar substantieel bouwen aan duurzame relaties en resultaten. Hey Customer is het radioprogramma op New Business Radio over klantcontact en relatiebuilding. Martine Howard praat met succesvolle ondernemers en experts over effectief klantcontact. Informerend, inspirerend en doelgericht. Iedere laatste donderdag van de maand van 2 tot 3 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren via newbusinessradio.nl of via podcastkanalen als Spotify, Juke of Apple Podcast. Dit is De Ondernemer live op New Business Radio. Ja, hoe verzadigd is de markt voor zakelijke merchandising? Nou, als het aan de Rotterdamse start-up Monday Merch ligt, dan is daar nog een wereld te winnen. Het bedrijf heeft een groeifinanciering opgehaald van €500.000 voor de uitbreiding van het team, internationale bekendheid en de uitrol van hun merchandise-platform. Bij ons in de studio aangeschoven Jeroen Westerbeek van Monday Merch. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Wat is de elevator pitch van Monday Merch? Ja, de elevator pitch, die heb ik eigenlijk nog niet gedaan. Maar dat komt er eigenlijk op neer dat merchandise best wel lastig is om te organiseren voor een bedrijf. Dus je kan meestal wel op een plek truien kopen, flessen kopen. Maar alles organiseren, designs... maar ook het inpakken, het verzenden naar werknemers wereldwijd. Kantoren wereldwijd is eigenlijk best wel lastig als je alles wil doen. En wij nemen dat eigenlijk helemaal A tot Z uit handen. Ja, we hebben al eerder in de uitzending inderdaad hele mooie ondernemers te gast gehad die in de wereld van de merchandising zitten. Hans Scheffer van Hello Print. We hebben vaker bij De Ondernemer ook te maken gehad met Marco Aarnink van Print.com. Maar wat jullie eigenlijk zeggen is dat je inderdaad op heel veel plekken merchandising kan inkopen. Van de bedrukte pennen, de mokken, de petjes en de hoodies. Of zoals je zelf aan hebt, de t-shirts. Maar dat het inderdaad best een gedoe is vaak. Ja. Om die spullen ook bij de juiste mensen op de juiste plek op de juiste tijd te krijgen. Klopt, ja klopt. En wij zagen dat zelf bij een eerder bedrijf dat we hadden, dat we internationaal mensen aan het aannemen waren. En dat was een bedrijf in horloges. Dus we hadden ervaring met fysieke producten. Ja, Hoodwatch heette dat. Hoodwatch, hè? Inderdaad. En met het produceren van producten en verzenden van producten eigenlijk internationaal. En toen waren we werknemers internationaal ook aan het aannemen. En toen wouden we dat die werknemers in hun eerste week een pakket thuis kregen. Ja. Met het horloge erin. Maar ook een trui, een kaartje van ons, dat soort dingen. Nou, en toen hadden we bijvoorbeeld een nieuwe werknemer in Armenië aangenomen. Hadden we wat Nederlandse kaas bij ingestopt. Maar ja, dat kan niet. Dat was heel moeilijk om dat dan daar te krijgen. Kwamen we pas achter toen het pakket al onderweg was. Dus heel dan lastig. Over belastingen en met de douane, ja, precies. En, die kaas was bijna weer melk geworden tegen de tijd dat de douane over was. Ja, inderdaad. En toen zeiden we, als dit voor ons eigenlijk al heel lastig is, terwijl wij dus ervaring hebben met de fysieke producten, met het verzenden, dan zal dat voor veel andere bedrijven helemaal het geval zijn als je in software zit of een consultancy. En wij konden niet een partij vinden die eigenlijk voor ons het hele proces uit handen kon nemen, wat we eigenlijk wel wouden. In ieder geval niet in Europa. We zagen dat in Amerika er wel start-ups hiermee bezig waren en ook succesvol waren. En bij ons kriebelde het al wel. Woodwatch deden we al 10 jaar. Het kriebelde wel om nieuwe dingen te gaan doen. En hier zagen we toen wel eigenlijk markt in. En dat leek ons heel leuk. Dus dat zijn we toen zelf gaan doen eigenlijk. Ron, jij bent bekend omdat je ook op menig product natuurlijk de naam Ron Blaauw draagt. Hoe zit het bij je eigen zaken? Krijgen nieuwe medewerkers ook een heel Ron Blaauw pretpakket thuis met hoodies, t-shirts, mokken? Zou wel moeten. Blauwe kaas? Nee. Kijk, we hebben wel t-shirts en hoodies en we hebben een soort, die delen we wel vaak uit. Als we bijvoorbeeld tijdens corona hebben we veel dat soort dingen gedaan. En vooral ook met de boxen op een mooi ontwerp. En dat het geen weggooibox werd, maar dat die bleef staan bij mensen thuis. Maar bij ons krijgen ze allemaal een pen. Een pen. Nee. Pen om het contract mee te tekenen. Merk je daar effect van? Als mensen toch al... Ik ben er zelf altijd heel erg fan van bedrijfsbranding. Merk jij er nog effect van? Ja, zeker. Kijk, ik denk dat de restaurants moeten het vooral dingen zijn die mensen stiekem moeten meenemen of zo. Dat zie je wel, dat altijd wel werkt. Vroeger in de asbakken in een restaurant. En dan stond er op die asbak, deze asbak is eigendom van Hotel Le Rob. En iedereen zag je zo'n asbak thuis staan. Dus toevallig ben ik met een vriend van mij, Selma Senatori, zijn we daarmee bezig om ook weer dat soort dingetjes. En hij heeft wel een heel mooi idee daarover. Dat je een soort herinnering mee wil, zoals het huisje van KLM. Ik ben echt een sukker voor van die hele mooie espresso kopjes. Nog wel eens de neiging om die in de zak te steken. Het restaurant is het espresso kopje buitgemaakt door Jonathan van Noord. Goede bekentenis hier. Ja, ik doe het maar. Hey, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik zie het lijstje met klanten staan. Polaroid, Uber, Sixt, Hyundai. Op wie en wat richten jullie hier? Ja, dus eigenlijk richten wij ons al vanaf 15 stuks op ondernemingen met 15 werknemers. Maar we zijn eigenlijk heel erg van toegevoegde waarde voor juist die grote bedrijven die kantoren wereldwijd hebben, die werknemers wereldwijd hebben. Omdat wij dan het hele proces, inclusief verzending, maar ook opslag voor ze kunnen doen. Terwijl als je wat kleiner bent, dan is het meestal één kantoor, één omgeving waar je werknemers hebt. Dan doen wij dat ook. En dan zijn we ook van toegevoegde waarde in het feit dat wij hebben altijd je designs klaar liggen. Je kan makkelijk herproducties doen, allemaal dat soort dingen. Maar dan is de toegevoegde waarde wel minder ten opzichte van een partij waar je gewoon zelf bij wijze van 15 truien kan halen. Dus vandaar ook dat deze grote namen best wel snel ons gevonden hebben. Wat zijn nou echt goed lopende producten? Want we kennen natuurlijk allemaal de bedrukte doppers die je bij menige evenementen... Ik zag ze zaterdag weer. Over de toonbank gaan. Ja, ik heb deze afspraken nog niet eerder gehoord, maar wellicht is dat een idee om die te gaan toevoegen. Bij ons toch best wel veel kleding. Ook omdat we echt eigenlijk goede kwaliteit organische kleding hebben. Daar hebben we zelf in het begin heel erg op gefocust. Nou, en ik zie dat je een soort van... Ja, borduurt het bijna. Wat klopt, we hebben deze... Ja, daar raden we eigenlijk niet per se aan borduren op t-shirts, maar kan wel. Maar we hebben verschillende printmethodes waar we gebruik van maken. Maar raad kleding... niet aan, waarom dan niet? Het valt mij namelijk op. Het kan op een gegeven moment met borduren op t-shirts, kan het in de was, kan het wat lelijker worden. Okay. En dus als je het echt veel gebruikt, wat we wel willen dat je doet, dan is dat wat lastiger dan met andere printmethodes die dan eigenlijk beter werken. Maar kleding is populair en ook de gebruikelijke dingen. Ja, inderdaad, de flessen, notitieboeken, kaartjes, dat soort dingen. Hoe kan je je onderscheiden? Want je wilt natuurlijk niet inderdaad dat je met een t-shirt rondloopt wat eigenlijk de hele markt al met in dezelfde kleurstelling, in dezelfde printmethode. Ja, dus wij doen het echt. Wij doen het hele designproces ook. Dus we zeggen echt tegen bedrijven van wij doen alles. Je hoeft alleen maar aan ons te vertellen welke product je dan specifiek wil. Wij adviseren daar dan ook in. Maar wij gaan dan ook de designs doen. Dus je hoeft zelf niet na te denken over druktechnieken, printmethodes, allemaal dat soort dingen. Hebben jullie dan designers in dienst? Ja, we hebben designers in dienst en wij leveren de designs binnen 24 uur gratis af. Die hebben we dan ook wereldwijd zitten, zodat we altijd op tijd die designs kunnen aanleveren. En die zijn dan helemaal naar de huisstijl van het bedrijf. Dus we kijken dan naar de website. We kijken of er een brand guidelines zijn. En dan gaan we dat allemaal doen. Wat je vooral ziet is dat wat zij doen is dat ze pakken ook een stukje marketing erbij. En vooral voor kleinere bedrijven. We moeten een marketingbureau. En dan had je nog een aparte drukker. En om dat te koppelen is dat is gewoon... Ja. En ik denk dat er vaak moet ook een beetje... niet te serieus zijn, een beetje humor moet er in je uiting zitten. Dat vinden mensen heel altijd wel leuk. Ja, en wat wij heel erg zien is dat het eigenlijk iets is wat elk bedrijf wel wil, maar niemand is er echt per se, niemand wordt erop aangenomen en het is niet echt iemand. Het is altijd een beetje tussen takenpakket. Ja, en dan krijg je iemand die dan wat truien gaat regelen, iemand gaat wat flessen regelen en dan vervolgens zijn die over een half jaar weg en dan is er een kast vol met nog oude truien die eigenlijk niet helemaal oud zijn. Oud logo erop of your logo here als je het echt niet goed hebt gedaan. En dat nemen wij helemaal uit handen. Dat we ook een platformomgeving hebben waar mensen kunnen inloggen, altijd de oude designs kunnen zien en eigenlijk altijd bij ons terecht kunnen. Jonathan zei het net al eventjes, je hebt hele mooie klanten die je kunt noemen. Polaroid, Uber, Sixt, Hyundai. Wat is nou een droomklant? Wie zou je nou echt, als je van alle bedrijven in Nederland er eentje zou mogen uitkiezen? Moet het Nederlands zijn? Of mag mag ook buitenlands, ja. Ik zou zelf graag Apple willen doen en Virgin van Richard Branson lijkt me ook erg nice om te doen. Hebben we daar nog contacten rond? Ja, ik kom dat wekelijks eten, maar ik spreek hem niet vaak. En Ron natuurlijk, zouden we ook graag willen doen. En Ron, de warme banden zijn hierbij gelegd. Tot slot, mooie ambitie. Waar staan we over een jaar, over 2 jaar? Ja, 2 jaar is denk ik lastig. Dit jaar hebben we wel grootste plannen. We hebben op dit moment ongeveer 25 aanvragen elke dag. Dus daar zijn we mee bezig om die klanten allemaal te helpen. En we willen dat eigenlijk naar 4 keer zoveel einde dit jaar brengen. Jonathan, het stijlicoon van de redactie. Is dat haalbaar? Altijd, tuurlijk. Portie gezonde ambitie, daar wordt niemand minder van. Nee, goed om te denken horen. Wij de support van de tafelgasten hier vandaag, die heb je in ieder geval. Ik denk wel dat het altijd belangrijk is dat het wel een beetje persoonlijk blijft. Mooi. Dat je als bedrijf dat je niet het gevoel wil hebben dat je... een nummertje bent. Ja, precies. Ga je dat doen? Focussen wij ook heel erg op. Ja, je hebt altijd een eigen accountmanager. Heel erg veel contact. Ja, zeker. En ze kunnen altijd jou dag en nacht bellen. Zeker, app, toch? Zeker. Ja. Voor orders en mentale steun. Dat nemen we ter harte. Dankjewel voor je komst. Als je inderdaad ook geïnteresseerd bent in hele mooie merchandise die ook nog eens voor je verstuurd wordt naar al je medewerkers, klanten in binnen- en buitenland. Kijk nou even op de site van Monday Merch op mondaymerch.com. mondaymerch.com. We gaan er even tussenuit. Zo dadelijk in het 2e uur van De Ondernemer Live praten we natuurlijk verder met Ron Blaauw. We hebben ook een nieuw online wijnplatform te gast, OnWine. Duiken we in de wereld van limoncello. En gaan we ook naar de rol van promptwriter kijken in de Data Dinsdag. En nog veel meer. Missen dus niet. Tot zometeen. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer. Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Dit is New Business Radio. Supergroen, dat is de energie van Powerpeers. En het mooie is, die energie delen we met elkaar. Groene energie voor iedereen dus. Kijk op powerpeers.nl. Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending Today richt zich op grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending Today is er elke eerste en derde donderdag van de maand tussen 5 en 6 op New Business Radio. Luister Trending Today ook terug via Spotify. Je oom is een handige zakenman. Hey. 200 een kappertje kopen, weinig in gewoond, heeft altijd binnengestaan en is weer een uitvrouwtje geweest. Maar als je zeker wil weten dat je je huis goed verkoopt, kies dan voor een NVM-makelaar. Want die heeft de expertise, data en het netwerk om het maximale eruit te halen. NVM, zeker weten. Hey, hoe heet die man ook alweer die heerlijke wijn maakt in Spanje? Nee. Ja, wint alle prijzen. Kom, hoe heet die nou? Nee. Ja, als zijn wijn is het biologisch en vegan. Hoe heet die man nou? Nee. Ja, bijna. Nee. Nele. Op Neleman. Ja. Just fucking good wine. Neleman. Biologische wijn uit Spanje. Op zoek naar de beste financieringsoplossing voor uw bedrijf? Ontdek de Credion Adviseur. Met ruim 50 financieringsoplossingen, de onafhankelijke adviseur voor uw bedrijfsfinancieringen. Alsjeblieft, een all-natural rise and shine wakey wakey energy high kickstarter shot. Wil je er gember, hennepzaad of alge-extract bij? Gezonder leven moet wel een beetje leuk blijven. Misschien begin jij wel met koffie zonder suiker. Ontdek welke stap je nog kunt zetten met de totaalcheck op zilverenkruis.nl. Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden. Dit is New Business Radio. Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Dit is New Business Radio. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer. Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op New Business Radio. Met Remy Gieling en Jonathan van Noord. Welkom terug bij het tweede uur van De Ondernemer Live. Waarbij we praten met Ron Blaauw. Zometeen hebben we ook een nieuw online wijnplatform te gast. We duiken in de wereld van limoncello. En gaan we naar het nieuwe rol op jouw kantoor. Je kent hem nog niet, maar binnenkort wel. De promptwriter. Daarover vertelt onze AI- en data-expert van dienst Job van den Berg alles over. Tegen het eind van deze uitzending. Mis het niet. We gaan snel door. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer. Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op New Business Radio. Ja, Ron, we beginnen het tweede uur met onze hoofdgast altijd met een aantal stellingen. En de eerste, die verzend ik eigenlijk net eventjes voor je erbij. Ik ben tevreden met de nieuwe lijst van de Michelinsterren. Als die zou kloppen in de zin die je gezien hebt, die is uitgelekt. Zeker, ja. Dat is een hele mooie lijst. Ja, want wij hebben net heel even ingezien. We gaan het daar straks nog over hebben. Dan de volgende. Nederlanders moeten guller zijn met het geven van fooi. Absoluut. Is koken een kunst of een wetenschap? Ambacht. Mooi. Mooi. Restauranthouders moeten zich meer richten op het creëren van unieke ervaringen voor gasten. Ja, klopt. Kweekvlees, 3D-geprinte burgers en andere voedselinnovaties, die hebben de toekomst. Ja. Franchise-formules zijn weliswaar efficiënt, maar ze halen ook alle creativiteit uit de horeca. Vaak wel. Ik ben een lastige baas om voor te werken. Nee. De gemiddelde Nederlandse horecabezoeker is behoorlijk verwend. Nee, valt wel mee. Een volledig gerobotiseerd restaurant is in de toekomst niet ondenkbaar. Op sommige plekken niet, nee. Anonieme online restaurantbeoordelingen, zoals bijvoorbeeld op Google, zijn funest voor de markt. Steeds minder. Restaurants moeten meer aandacht besteden aan de herkomst van hun ingrediënten en deze misschien ook al vermelden op het menu. Niet altijd. Onvolledige plantaardige, dus een vega gastrobar, zal moeilijk rendabel te krijgen zijn. Nee. Horecaondernemers werken te vaak te veel in hun eigen organisatie in plaats van aan de organisatie. Ze zouden best geholpen zijn bij een beetje begeleiding. Absoluut. Het baart mij zorgen dat door de huidige energieprijzen de horeca minder bereikbaar wordt voor mensen met een kleine portemonnee. Ja. Je hebt het in de eerste uur eigenlijk al een beetje gezegd, maar sommige restaurants worden inderdaad nu overspoeld omdat ze viral gaan op TikTok. Wat een gedoe voor een tijdelijke hype. Ik hoop dat mij dit nooit zal overkomen. Ja. En dan de volgende. Het serveren van insecten op het menu zou best een oplossing kunnen zijn voor de toenemende voedselproblematiek. Ja. En tot slot de dark kitchens, restaurants die wel een heel merk hebben, maar eigenlijk alleen bezorgen, zijn een interessante groeimarkt, ook misschien wel voor het gastrobar-imperium. Moeilijk. Ja. Nou, misschien leuk om daar even op in te gaan. Waarom is dat een moeilijke? Want je ziet het dus meer en meer gebeuren. Hè? Je gaat naar een platform als misschien Uber Eats of thuisbezorgd.nl. En dan zie je allemaal restaurants, ja, van bekende namen soms. En die hebben helemaal geen vestiging. Die hebben gewoon ergens een keukentje. En die bezorgen vervolgens die gerechten thuis. Ja, maar dat is een beetje afgekeken van het buitenland. En vooral Londen. Mm-hmm. Waar je dat heel veel ziet. Vooral India's concepten. De Liveroe is daar zelf al een beetje van teruggekomen in Nederland. Dat eigenlijk Nederland daar toch iets te klein voor is. Op een of andere manier. Ja, we willen toch misschien meer de ervaring dan. Ja. Of het gemak. Ja. Dus dan zijn inderdaad de fastfoodconcepten meer voor de Nederlandse markt beschikbaar. Interessant. Jonathan? Ja, de opvallendste voor mij was toch wel dat je zegt dat de franchise-formules, dat ze efficiënt zijn, maar ze halen toch ook al voor een groot deel de creativiteit uit de horeca. Hoe bang ben jij ervoor dat mensen dat ook bij jou zo zien? Omdat je toch wel een aantal gastrobars hebt. Nou ja, het zijn er 4 en waarvan er 2 Indonesisch zijn, 1 Aziatisch en 1 gewoon gastrobar. Dus die concepten liggen ook wat verder uit elkaar. Ik vind dat je wel een lijn mag zien in qua service en qua prijskwaliteit. Dat wel heel belangrijk is. Maar ik vind vaak bij franchise dat het een soort eenheidsworst wordt en dat een beetje de ziel eruit is. En dat het gewoon heel lastig is hoe groter je wordt en hoe meer je groeit om dat persoonlijke te blijven houden. En dat ik denk dat wel de herkenbaarheid en het aan kunnen raken, dat voor een gast nog altijd belangrijk is. Dat maakt misschien ook de horeca zo mooi. Dat het juist niet altijd uniform is. Dat je ook een beetje verrassing hebt. Precies. En het zijn natuurlijk altijd nog gewoon de mensen die het moeten doen. En die moeten wel, vind ik, ook een bepaalde soort vrijheid hebben om zichzelf te zijn. Maar aan de andere kant is, denk ik, na de coronacrisis zijn de grote jongens met geld, dat zijn wel de ketens, de franchise-nemers. Ben je dan niet bang voor een eenheidsworst in de horecastraat? Ja, maar je wordt daarop afgerekend vaak door de consument, door de gast die dat snel doorheeft. En de gunfactor is altijd in de horeca nog, die moet heel erg aanwezig zijn. Ik was in januari voor de techbeurs CES in Las Vegas. En daar heb je ook in al die grote casino's heb je heel veel restaurants met de term. De een heeft het label Gordon Ramsay. En het andere heeft weer een andere bekende topchef. Maar de kwaliteit laat meestal heel erg te wensen over. Dat zie je dan ook in die recensies. Dat mensen eigenlijk een beetje van een koude kermis thuiskomen. Ik ben net 4 weken geleden geweest. Ja? En ik moet wel zeggen dat Las Vegas qua standaard en dat ik echt wel verrast was door de kwaliteit. Dat ik echt goed vond. Ja? Ook met de namen erbij. Ja, Momofuku en dat soort Lao, Tao, Lavo. Dat soort zaken. Dat ik wel dacht van wow. Dus het viel je eigenlijk niet eens zo zeker tegen? Nee. En we gingen juist kijken om nergens ter wereld vind je op 1 plek Zoveel chefs en zoveel concepten. Dus het was super interessant om te zien ook. Hoe denk je dat ze dat doen? Want ze kunnen inderdaad, hè, die mensen die zitten overal nergens ter wereld. Hoe houden ze die kwaliteit dan, denk je, hoog? Heb je daar de formule voor gevonden? Ja, gewoon goede mensen neerzetten en hele vaste afspraken van tot het korreltje zout op het gerecht. Van zo moet het gerecht gemaakt, geserveerd en gepresenteerd worden. Maar toch gaf jij aan het begin van het gesprek aan dat jij een zaak over de grens voorlopig niet aandurft. Waar ben je dan bang voor? Omdat ik dan vooral van buitenaf de invloeden. Van wat je veel hoort, het afpersen of het... Dus niet eens om de kwaliteit? Nee, helemaal maar echt totaal. Maar gewoon dat, daar heb ik helemaal geen zin in gewoon. Nee, ik kan me wel voorstellen. Maar dat, wij zitten dus niet in de markt. Maar dat gebeurt dus echt in de horeca. Op bepaalde plekken. Dat het bekend is dat als je daar succes behaalt, dat er wel eens een mannetje of 4 voor de deur staan met... Ja, dat hebben we natuurlijk ook de afgelopen tijd wel in Amsterdam meegemaakt. In zaken toch? Dat... die dicht moesten en eigenlijk gewoon een soort gechanteerd werden. Of dan krijg je iets voor je deur waar je eigenlijk niks aan kan doen. En dan moet je sluiten. Iets waar je... Eigenlijk word je dubbel gestraft. Ja. Is dat iets waar je zelf zorgen over maakt? Ja, natuurlijk soms wel. Maar aan de andere kant, weet je... Ik weet ook niet hoe ik daarmee om zou gaan. Maar ik vind wel... Of wat in Amsterdam en wat ik nu ook in Rotterdam, grote steden vooral, dat dit soort dingen gebeuren. Ja, is natuurlijk killing voor als je het ondernemer bent. Ja, het slaat ook een beetje als een tang op een varken op jouw wensen. Wat je eerder in de uitzending zei, dat je als je in het torentje zat, dat je zou willen voor Nederland dat we allemaal wat liever voor elkaar zouden zijn. Ja, dit gaat er lijnrecht tegenin. Ja, je merkt gewoon, vooral de verharding is gewoon, vind ik grote stappen maken. Ja. Dat gaat echt wel heel snel. Polarisering. Ja. Ja, ik maak me er wel zorgen over. Wat zouden we eraan kunnen doen? Ja. Heb je er ideeën bij? Of waardoor het komt misschien? Nou ja, misschien, ik denk wel dat gewoon het verschil tussen arm en rijk, dat steeds groter wordt. Ik was in San Francisco een paar weken geleden. Ik wist niet wat ik zag. Het was echt ongelooflijk dat je hoeveel mensen daar op straat leven. En onder omstandigheden, terwijl dat een van de rijkste steden van Amerika is. Ja, Techwalhalla en inderdaad iedere straathoek is een soort tentenkamp opgezet. Skid Row, dat is daar. Ja, ja. Nou, die, ook gewoon in de woonwijken. Ja. Hè? Ja. Dat je gewoon de wijken waar de huizen voor 12 miljoen en meer weggaan. Dan zie je gewoon oude campers. Ja. Het begint met een oude camper en daar komen tentjes omheen. Maar zie jij voor jezelf daarin ook een rol als ondernemer? Dat je wat meer de sociale kant gaat bewandelen? Nou ja, wij hebben al het Ron Blaauw College wat we doen. Waar mensen vanuit de UWV kunnen ze een soort herinstromen. En dan krijgen ze 16 weken kunnen ze eigenlijk krijgen ze een kookcursus. Ja, en, dat is in de horeca. Ja, dan kunnen ze aan niveau 2 beginnen. Ja. En dat is fantastisch om te zien dat je mensen die eigenlijk 15 jaar thuis hebben gezeten. Ineens weer het vuur ziet krijgen in hun ogen. En aan de slag gaan in een van je zaken. En dan moet je gewoon goed kijken, wat gaan ze doen? Het zijn echt niet gelijk topkoks, maar we hebben ook al vanaf het begin iemand die al 4-5 jaar bij ons werkt en langzaam zich heeft opgewerkt en gewoon. Want over hoeveel mensen hebben we het dan? Want ik kan me enigszins voorstellen, hè, sympathiek en even 3 maandjes meedraaien en daarna mag je de markt op. Of neem je deze mensen ook daadwerkelijk aan in je bedrijf? En ja, zeker. En doen we samen met Interworks. En zij selecteren eigenlijk de mensen in overleg met UWV we krijgen zelfs ook heel veel mensen die gewoon nu deelnemen die 15 jaar advocaat waren en waarvan hun kinderen zeiden, papjes vindt toch iedere keer je werk niet leuk. Nou, ik heb dit gelezen op Facebook. Wauw. Ik vind koken toch zo leuk. En die gaan ineens totaal een andere richting op. Ja. En daar vind ik van ongelooflijk veel lef. Vertoon ik dat je gewoon de guts hebt om gewoon na 20 jaar te zeggen. En niet alleen maar te klagen en te zeiken, maar ook gewoon die stap te maken. En je ziet gewoon het geluk eraf spatten soms. Tegelijkertijd inderdaad, hè, zie je inderdaad die tweedeling in de samenleving komen. Je hebt het verschil tussen arm en rijk wordt groter. Dat wordt alleen maar meer en meer door die enerzijds die energiecrisis die toch nog steeds gaande is. Een beetje geniveleerd door de overheidsmaatregelen. De anderzijds die stijgende kosten, ook als je gewoon naar de supermarkt gaat. En dus ook wat je aan de horeca moet doorberekenen. Restaurants en horeca worden dus ook minder bereikbaar voor een hele groep mensen. Ja, je kan niet in je eentje het hele maatschappelijk probleem oplossen. Maar wat zou daar aan kunnen doen met z'n allen? Nou ja, kijk, ik denk, ik had het net over dat ik de vraag van of het geprint en 3D vlees of dat de toekomst heeft. Ja, maar ik denk ook dat gewoon vlees nog kan. Alleen met mate minder. En dat die boeren ook gewoon, die met zijn hele ziel en zaligheid daarvoor gaat, gewoon een goede prijs voor krijgt. In plaats van dat denk ik, de supermarkten gewoon de macht hebben om dat hele spel te regisseren. Ja. En daar gaat het volgens mij gaat het fout. Als ik €1,80 moet betalen voor 4 stronkjes witlof, denk ik, klopt niet. Kan gewoon niet. Ja, en dat is niet het bedrag wat natuurlijk bij de producenten eigenlijk komt. Dus ik denk dat die supermarkten gewoon te veel macht en te veel gewoon te veel bepalen. Tegelijkertijd zegt Frans Muller van Ahold vervolgens van we hebben inderdaad een flinke winst kunnen behalen over de hele groep. Hè? Dus het ligt een beetje per land aan wat je ook kijkt. Maar ja, we moeten ook gewoon rekening houden met ook dat stijgende prijzen, stijgende inkoop, stijgende loonkosten. Dus wij kunnen bijna niet anders. Vind je dat een realistisch argument? Nee, want dat zou betekenen dat wij als restaurants ook vanaf morgen 25% omhoog gaan om te zeggen, want er zit een kans in dat die prijzen weer gaan stijgen. Dat zou bij ons niemand pikken in de restaurants. Weet je, je kunt niet zomaar €4 ergens opgooien of in een restaurant. En dan gaan de gasten zeggen dan gewoon, nou ga ik niet meer heen. Dus wij de supermarkt kan dat wel. Ja, de supermarkt kan dat wel. En dat is gewoon niet altijd even eerlijk, denk ik. Is daar iets wat wij aan kunnen doen? Of hebben we het maar te slikken met z'n allen? Nou ja, ik denk wel veel meer naar die... wat je ziet, er komen veel meer platforms van boeren bijvoorbeeld... die zich gaan verzamelen. Coöperatie op een locatie. En die gezamenlijk dingen gaan aanbieden en verkopen. Ja, daar veel meer naartoe gaan. Ja. En die veel meer de kans geven. Dus je hebt ook ongelooflijk veel jonge mensen, ook agrariërs... die het bedrijf hebben overgenomen en die zoveel goede ideeën hebben... en zo bezeten zijn van hun product of van hun vak waar ze mee bezig zijn. Terwijl we een beetje eigenlijk te negatief praten over de boeren, vind ik, in het land. We hebben natuurlijk ook eerder in de uitzending de ondernemer van Crisp in 2 uur lang te gast gehad. Ja, die maken de schakel tussen de producent en de consument uiteindelijk. Ja. Ik denk dat dat een heel mooi initiatief is, ja, waar meer Nederlanders naar zouden kunnen kijken. Jonathan, we gaan het hebben over wijn. Ja. De ontwikkelingen in de media-industrie gaan razendsnel en de sector is volop aan het veranderen. In Media Watch op New Business Radio vertellen pioniers en leiders uit de mediasector over innovatie, technologie, nieuwe projecten en hun visie op de toekomst. Van start-ups tot gevestigde namen. Je hoort ze terug in Media Watch. Luister elke eerste donderdag van de maand tussen 4 en 5 naar New Business Radio om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de mediasector. Ook te beluisteren als podcast. Media Watch is een initiatief van Media Perspectives. Shaping the Future of Media. Dit is De Ondernemer live op New Business Radio. Ja, we gaan het hebben over Italiaanse wijnen. Ben je daar een beetje fan van, Ron? Zeker, ja. Ja? Wat is je favoriete wijnland? Heb je die? Ja, maar ik ben tegenwoordig ook heel erg van niet-alcohol. Dus en dat is ook een hele interessante markt aan het worden, denk ik. Maar ja, Italië rood, toch wel favoriet. Dat is goed nieuws, want bij ons aangeschoven... Casper Hendricks, ondernemer van het platform OnWine... dat Italiaanse wijnen online beschikbaar maakt voor klanten in Nederland, België en Duitsland. En ze gaan een sharefunding campagne starten om de groei te versnellen. En dat geld zal worden opgehaald om het aanbod uit te breiden... de naamsbekendheid te vergroten en het platform te verbeteren. Welkom, Casper. Dankjewel, leuk om er te zijn. Wijnen, wat heb je met wijnen? Ik ben er een beetje ingerold eigenlijk. En de vriend van mij, Gijs, met wie het hebben gestart... die ouders die wonen in Italië. Dus daar gingen we ook regelmatig op vakantie. En daar ga je natuurlijk langs bij een wijnboer. En zo ontstaat een beetje de liefde ook voor de wijn. Dus zeker als je het daar proeft, dan smaakt het natuurlijk nog iets beter. En het is gewoon heel erg divers. Dus het kan het gerecht maken of andersom. Het kan goed bij een gerecht zitten of het kan gewoon helemaal los. Het zit altijd zoveel verschil in per druif, per... wijnboer die het maakt, per regio, dat wel heel veel diversiteit met zich meebrengt en eigenlijk wel heel interessant maakt. Nu zijn er heel erg veel aanbieders van wijnen, ook op het wereldwijde web te vinden. Wat maakt jullie platform dan uniek? Nou, wat het echt uniek maakt is dat ons platform, het gaat echt direct van de wijnboer. Dus eigenlijk is alle aanbieders en partijen op dit moment zijn vaak tussenpartijen of handelaren die... via of het zelf inkopen en echt in grote partijen inkopen. En dan vervolgens flinke marge pakken erop. Precies. En wat wij doen is echt, het gaat echt direct van de wijnboer rechtstreeks naar de klant, rechtstreeks naar de voordeur. En waarbij de wijnboer zelf ook bepaalt welk aanbod en prijs hij op het platform wil hanteren. En wat dat betreft heb je echt een directe link met die wijnboer. Dus dat maakt het wel echt anders. En dat zorgt ook uiteindelijk voor een groter aanbod. Eigenlijk precies waar jij het over had, Ron. Eventjes de grote spelers buitenspel zetten. En direct bij de producenten gaan halen. Bij de bron, ja. Perfect. Ja. Maar goed, je zit natuurlijk wel ook met je accijns en je invoer. Dus dat maakt het inderdaad lastig om het te starten. Dus we dachten, nou, toen het is eigenlijk ontstaan in coronatijd. Zoals veel ideeën. Leuk idee natuurlijk. Maar toen kwamen we erachter, alles stond stil. In Italië zeker. Dat was op dat moment echt het begin van de coronacrisis. En toen dachten we van, kunnen we niet iets doen voor de bevriende wijnboeren? Van die ouders van Gijs, die daar ook fietstochten langs doen. En toen stond echt alles stil. Toen dachten we, nou, kunnen we niet gewoon wat wijn vanuit die wijnboeren naar vrienden en kennissen in Nederland te sturen? En dat bleek niet zomaar te mogen, want je zit echt met accijns en belastingen die je moet betalen in de land waar je het naartoe stuurt. En dat maakt het voor een kleine wijnboer gewoon heel ingewikkeld om dat te doen. Dus dacht, nou, als het zo lastig is, dan moet daar wel iets op te vinden zijn. Het heeft wel even geduurd, dus we hebben een half jaar moeten schakelen met de Belastingdienst in Nederland om het hier op te zetten. En het was echt nieuw en het was zeg maar, ja, hoe volgen we het dan? En nou, uiteindelijk is dat gelukt. En inmiddels ook in België en Duitsland. Maar het is nadat dat ingewikkeld is, dat klopt. Want jullie ontzorgen voor die Italiaanse wijnboer dat allemaal qua papierwerk, dat allemaal helemaal perfect klopt, is. Klopt. Dus wij regelen naar de accijns en de belastingen. Die betalen wij netjes in de landen waar het om gaat. En we zorgen ook dat het transport richting die wijnboer komt en het ophaalt. En vervolgens... naar het land toestuurt naar de klant. En als een sympathiek idee begonnen om de Italiaanse wijnboer te helpen in coronatijd. Merk je dan, nu dat toch weer even achter ons ligt, is er een verandering in de vraag? Of neemt dat toe, neemt dat af? Je zag inderdaad in eerste instantie was vooral voor het steunen van de wijnboeren. En nu merk je dat heel veel mensen het gewoon juist leuk vinden. En vanwege het lokale, het aspect. Maar ook omdat het aanbod zo groot is. Dus we hebben inmiddels alle richtingen en druivenwijnen van Italië. En we willen dit jaar ook groeien naar andere landen. Dus je merkt, en het aanbod is ook vrij divers in biologisch, biodynamisch. Dus nu gaan mensen echt vooral voor de wijnen zelf. Of omdat ze fan zijn van een wijnboer. Dat kan natuurlijk ook. Ja, want je ziet echt inderdaad, als je op de site kijkt, ook de wijnboeren die staan. Ik zie hier een hele leuke, jonge, vrolijke wijnboer uit Piemonte met zijn Nebbiolo-druiven staan te zwaaien. En dan kan je dat direct kiezen van, nou, het lijkt een mooi verhaal. Hier heb ik al vertrouwen in. Ik bestel een proefpakketje. Ja. Hoeveel van die dozen of flessen wijn gaan er nu al over de landsgrenzen heen? Dus we zijn op dit moment zitten we op een paar honderden klanten. Dus ik denk dat we rond de 10.000 flessen afgelopen jaren hebben gedaan. Ja. En dus waar we echt bewust voor hebben gekozen om eerst echt de structuren goed neer te zetten. Dus dat alles goed loopt. Dat we zien van oké, het werkt. Het transport gaat goed. Het afdragen van accijns, dat gaat allemaal goed. En nu willen we dit jaar stappen maken om dan echt wat meer die grotere schaal naartoe te gaan. Ron, wat denk jij erover? Ja, supergoed idee. Ik heb altijd zoiets, ook als ik in Spanje ben, heb je in de buurt van Beguur heb je een hele grote wijnwinkel. Als je daar een soort snoepwinkel, als je daar rondloopt, maar dan zie je de prijzen. Dan voor €2,20 voor een mooie fles wit. Dat je denkt, ja, die gewoon in Nederland voor €30 op de kaart staat. Maar dan kijk ik even hier nu naar de twee wijnexperts. Ik denk dat we dat allemaal een keer hebben meegemaakt op de camping in Frankrijk. Of inderdaad in Spanje op een weekje weg. Je koopt die fles wijn, want die heb je op het terras daarop. Die smaakte heerlijk. En thuis kom je en dan is die toch niet zo lekker als op vakantie. Is dat een fabeltje of klopt? Nee, dat is het Ouzo-verhaal. Dus in Griekenland vind je het heerlijk als je het drinkt. Ja. Als je dat thuis zit, denk je het gewoon niet te suiker. Als je maar ruikt, dan ben ik aan het weghakken. Ja. Hey, dat is wel een stukje emotie, temperatuur, romantiek, het verhaal, de streek, omgeving. Dan is hij altijd is hij lekkerder natuurlijk. En hoe zorgen jullie bij OnWine ervoor dat je die persoonlijke touch, dat gevoel er toch in krijgt? Ja, dat is wat we proberen, is het echt zo persoonlijk mogelijk te maken. Dus we laten vooral de wijnboer eigenlijk aan het woord. Dus we hebben bijvoorbeeld ook bij vrij veel wijnboeren ook filmpjes erbij. Wat de wijnboer zelf vaak goed doet, is die doen iets persoonlijks van hen erbij. Dus of een handschreven briefje of een opener. En echt erin van, nou, we waarderen dat je klant bent of dat je ons al kent en vaker terugkomt. Dus op die manier probeert het zo persoonlijk mogelijk te maken. Maar we merken wel dat inderdaad voor sommige mensen die willen het graag toch proeven of iets meer uitleg persoonlijk. Dus dat we nu vaker ook op evenementen staan en onze eigen evenementen organiseren. Om toch even nog wat extra persoonlijkheid erin te brengen. Ja, voor de vervente tv-kijker zullen jullie allicht kennen van jullie deelname aan Dragon's Den. Ja. Daarbij was er wel interesse, maar uiteindelijk geen deal wat er werd gemaakt door de Dragons. Wat heeft het wel opgeleverd qua naamsbekendheid of klant? Want ik weet van deelnemers dat ze daar altijd veel profijt van hebben gehad als het gaat over de naamsbekendheid. Nou, ik moet eerlijk bekennen dus dat dit jaar was het eerst, of vorig jaar was dat voor het eerst dat het via Play ging. En dus ik denk op dat moment waren denk ik ook nog niet zo heel veel abonnees. Dus ten opzichte van vroeger dat op Nederland 3 was, scheelde dat wel heel veel kijkers. Uiteindelijk heeft het ook zeker wat naamsbekendheid opgeleverd. En ook de reden waarom we nu sharefunding zijn gestart. Daar zijn we in gesprekken van wat willen we eigenlijk nu op dit moment. Dus dat heeft het zeker gebracht. En ook zeker wel wat additionele klanten. Maar echt het Dragon's Den effect. Die hebben helaas, was dat dit jaar, vorig jaar toch iets minder dan voorgaande jaren. Ja, en de sharefunding die nu loopt. Ik zie het ook inderdaad op het platform. Investeer in het wijnplatform van Europa. Wordt mede-eigenaar van OnWine. Naar wie ben je op zoek en wat kunnen jullie ze bieden? Wie zijn we op zoek? In dit geval, dus daarom hebben we ook echt voor Shervin gekozen. Dat we het leuk vinden dat zoveel mogelijk mensen eigenlijk meedoen. Dus die worden dan tegelijkertijd natuurlijk ook extra ambassadeur, soorten van online. Dus die zullen dan ook aan de vriendenkring verder doorvertellen. Dus dat vinden we leuk. Dus eigenlijk iedereen kan instappen. Ook serieuzer investeerders, dat kan natuurlijk ook altijd. Dat is altijd welkom. En wat bieden wij ze? Is dat we op dit moment, we staan echt aan het begin nog van online. Dus er staat nu in de structuur. En we willen echt uitgroeien tot het grootste wijnplatform van Europa. Dus daar zitten in de toekomst grote rendementen tegen als onze plannen zo uitpakken. Weet je wat ik vaak mis bij wijnhandelaar? Dat je kunt nooit andere dingen bijna proeven. Dus ik geloof als je gewoon kleine flesjes of zo maakt, dat je die, weet je, dat is met parfums die je krijgt bij als je een luchtje koopt. Maar als je bijvoorbeeld flessen wijn bestelt, dat je dan gewoon een proefdingetje krijgt met wat, dat je gewoon 2 slokjes, maar toch denk ik dat het zo ongelooflijk werkt dat mensen dan... Als je bij het doosje rood ook alvast een klein flesje wit krijgt. Ja, ja. En het hoeft niet zo, gewoon een verpakking waar je denkt, hey, even... Ik denk dat er absoluut een markt voor is. Ja, nee, zeker. Dat je mensen daar heel erg in triggert van, oké, hey, dit is ook wel... Ja, we zijn inderdaad een beetje aan het kijken naar of we inderdaad iets meer met van die proefstages kunnen. Want inderdaad vaak als het dan om een hele fles gaat om even te proeven, is het natuurlijk net zonde. En, dat is zeker een goed punt. Ik denk dat we daar in de toekomst nog wat meer naartoe kunnen gaan. En goed punt ook voor de wijnboeren zelf. En dan als je het over sharefunding hebt. Ik denk een van de beste voorbeelden over, als het gaat om sharefunding is Neleman. Die andere, dat is echt een wijnboer. In hoeverre kijken jullie naar Neleman op? Of hebben jullie ook wel eens contact met ze gehad? Wat inderdaad Nederland echt goed heeft gedaan, die hebben echt meerdere rondes gedaan. Die zijn denk ik echt qua marketing echt fantastisch bezig geweest om het zo vaak elke keer weer te lukken om zo'n ronde te doen. Dus wat dat betreft is het echt wel een voorbeeld van hoe zij het hebben gedaan qua marketing. We hebben zelf niet persoonlijk contact met ze gehad. Maar we kijken daar zeker naar, ja. Ja, je ziet dan toch wel dat er vraag is in Nederland. Misschien niet het eerste wijnland, maar het is een hartstikke populair merk. Nou, Casper, we wensen je ontzettend veel succes met je ambitie om het allergrootste wijnplatform van Europa te worden. En inderdaad, die middleman uit te knippen. En iedereen die geïnteresseerd is om mee te doen, neem even een kijkje op de site on-wine.com. Yes. Dankjewel. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevenden, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. Elke maandag live om 3:00. En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app. De Ondernemer. De Ondernemer live. Op New Business Radio. We praten verder met ondernemer Ron Blaauw. Ja, we gaan inderdaad van de Italiaanse wijnen weer terug naar het grauwe Hilversumse Mediapark. Je zei eventjes bij de introductie van het vorige blok, Ron, dat je eigenlijk ook heel erg geïnteresseerd bent in de markt voor zero-alcohol opties. Ja. Wat zie je daarin gebeuren? Ja, ik ben groot fan van Niks en Niks. Hun aanbod en eigenlijk ook gewoon dat we thuis zelf zeiden van we moeten gewoon wat minderen en ook qua gezondheid. En dat is een winkel voor non-alcoholische drank. Ja. Noem het een midlife crisis, maar je wil gewoon gezonder en wat afvallen en dat soort dingen. En het is gewoon gewoonte dat je op de bank zit 's avonds, vooral in horeca. En je komt thuis of je zit in een glaasje en op het einde kijk je, er was weer een flesje. En om toch die gewoonte en dat fijne gevoel, weet je, daar kwamen we in aanraking of contact met Niks en Niks in de webshop. En het was niet meer dat idee van zo'n hele zoete appelsapachtige drank wat je dan drinkt, maar echt gewoon mooie wijnen. En die markt is, ik hoor van zoveel mensen. Je zegt het zelf ook net, die daarmee bezig zijn. En dat die behoefte er is om gewoon... ook op de zaak merken we gewoon met pairings... dat mensen heel veel alcoholvrij willen. En veel minder wordt er gedronken. Want komt het dan ook gelijk wel op de menukaart... als jij dan denkt van nee, dit is een lekkere wijn? Ja, zeker. En wat wij bij ons zien is dat er wordt beter gedronken. Dus mooiere wijnen. Minder. En ook gewoon dat mensen wit alcoholvrij nemen. En dan een mooi flesje rood nog. Maar gewoon wel met mate. Je ziet het ook op menig zakelijk bol. Hè? Waar vroeger, als je daar kwam, vanaf een uurtje of 4 de tap al flink open ging. Zie je nu gewoon mensen tot vrij laat in de avond gewoon aan de op een nulletjes. Kombucha's en dat soort dingen. Ja, weet je, het is denk ik echt een markt waar heel veel potentie in zit. En als je naar jezelf thuis kijkt, dus door de week niet meer? Of hoe heb je het voor jezelf ingeregeld nu? Nou, niet meer, nee. Nee, proberen gewoon echt non-alcohol. En dat bevalt prima. Ja. Ja. Jonathan? Nou, dat hoor je misschien nog een beetje aan mijn stem. Dat ik in ieder geval in de weekenden hem niet kan staan. Niet kan laten staan. Nou ja, dat is je ook zeker gegund. Hey, in dit blok wilden we het ook hebben over inderdaad hoe je als horecazaak nou aan hele goede mensen kunt komen. Maar ook over het bouwen van een personal branding. Want misschien zonder dat je het ooit daar toen je als 15-jarige in de keuken begon, had je misschien niet de ambitie ofwel om een groot bekend horecamerk te worden met je eigen naam. Nee, totaal niet. Dat is wel gebeurd. Ik denk dat menig huishouden de naam Ron Blaauw wel een belletje doet rinkelen. Hoe is dat voor jou? Ja, kijk, het is natuurlijk aan de ene kant heel erg leuk. En als jongetje droom je daarvan. Het zijn ook momenten dat je denkt van vooral... Liever even niet. Liever niet, maar goed, het hoort er nou eenmaal bij. En, wat voor momenten zijn dat dan? Nou ja, kijk, ik heb van nature mijn blik... Als ik gewoon kijk, dan denken vaak mensen dat ik boos ben. Of dat ik... Dus ik heb niet altijd de lach op mijn gezicht. En ik heb ook wel geleerd, ook door mijn vrouw die dat zei, van mensen eigenlijk gewoon knikken. En dan ben ik altijd eigenlijk de eerste nu die goede dag of goede middag of goede avond zegt. Om niet de discussie te krijgen van wat een arrogante lul. Ja. Dat je denkt, en dan hoorde ik verhalen. Ja, het is zo... Misschien kan lekker koken, maar het is zo'n arrogante lul. Dat ik denk, dat ben ik helemaal niet. Nee. En ik totaal niet. Ik ben altijd wel toegankelijk en bereikbaar, maar... Gewoon wat meer openstaan en wat meer... daar let je dan toch extra op? Ja, daar let je extra op. En het is eigenlijk ook gewoon... Het is allemaal zo ook heel erg zo gegroeid. En natuurlijk met het hele team en thuis zijn we er helemaal niet zo mee bezig om dat als naam te branden of zo. Terwijl heel veel mensen denken dat ik een soort heel marketingplan erachter zit. Wat die naamsbekendheid... heeft gedaan, maar het is nog steeds voor een afspraak is het een mailtje sturen of bellen met mijn vrouw die eigenlijk zegt of het wel of niet doorgaat. Want hoe kies jij de samenwerkingen uit? Is dat echt onderbuikgevoel? Ja, of? Ja. Dat is en ook veel nee zeggen, maar... Wat komt er allemaal op je pad? Ja. Want er moeten toch heel veel vreemde verzoeken je richting uitkomen? Ja, dat zijn soms de gekste dingen, maar ik... Het meeste gaat eigenlijk via mijn vrouw. En die regelt dat. En heel veel dingen hoor ik al niet van die gevraagd waren. Of dat zij eigenlijk al zegt van nou doen we niet. Of, Maar ook tv-programma's. Of dat heb ik eigenlijk ook. Gewoon alleen nog maar dingen die ik gewoon leuk vind om te doen. Dus geen tv-ding wat geregisseerd is. En zoals bij Restaurant Misverstand kan ik gewoon mezelf zijn. Dat vind ik belangrijk. Dat ik gewoon geen rol hoef te spelen of een tekst krijg van die ik moet. Daar word ik heel ongemakkelijk van. Ja, dat was je televisieformat samen met Johnny de Mol. Ja. Hoe was dat? Ja, fantastisch. Ja. En prachtig mooie... mooi om met die mensen gewoon, wat ik net ook al zei, om die lach op hun gezicht te krijgen. Even in het kort voor de mensen die het niet gezien hebben. Dit is een programma over en voor mensen met Alzheimer. Alzheimer-dementie. Ja. Die eigenlijk een restaurant gaan runnen. En dan krijg je ze binnen op de eerste dag. En dan denk je, er worden hele zware weken. En uiteindelijk is het een feest om gewoon dat te doen. En je krijgt zo'n band. En ik heb nog contact met mensen van de eerste seizoen. En die zitten met z'n drieën in Zoetermeer in een huis met elkaar. En laatst ben ik bij ze geweest nog. En die herkenbaarheid toch van... Ja, dat is geweldig. Wat was het... Je zegt al, er komt veel op mijn pad. Wat was dan bij dit idee... dat bij jou dacht van, dit vind ik bij mij passen? Nou, het grappige was, ik had net de week daarvoor in het Parool een interview gehad... en dat ik eigenlijk 2 programma's waar ik aan mee had gedaan echt afkraakte. Dat ik zei, dat ga ik nooit meer doen, wat een fake gedoe. En toen werd ik de volgende dag gebeld door Tiba. En ik denk, nou, die gaat me helemaal door de telefoon trekken van wat heb je gezegd? En die vroeg me voor dit programma. En ik had heel toevallig een linkje gekregen van het programma in Engeland. En ik dacht van wauw, dit is zo leuk. En eigenlijk, mijn vader heeft Alzheimer gehad. Mijn moeder is nu beginnend of ja, best wel ver eigenlijk. Dus het is iets wat bij mijn leven hoort. En ik dacht, ja, hier wil ik gewoon aan meedoen om mijn steentje bij te dragen. En het is ontzettend leuk. Ook met het hele team eromheen, wat het maakt. Het is zo'n betrokkenheid van iedereen. En heel integer. Heel integer wordt het gemaakt. En vooral omdat het was natuurlijk totaal geen programma voor SBS6. Dus het was ook heel dapper dat die dat gingen uitzenden. Het is natuurlijk heel raar als je met zo'n programma direct naar de meilandjes komt. En, ja maar het is zo'n mooi programma om te maken. En ook met Johnny. Het is, ja. Het lijkt me ook wel. Eigenlijk ook wel zwaar. Want ik kan me voorstellen dat in de leuke momenten het heel leuk is. Maar het is heel verdrietig vaak. Maar je probeert het toch met een lach en een traan te maken. Je moet wel gewoon ook de humor erbij houden, denk ik. Anders wordt het wel heel zwaar. Ja. En is dat niet lastig omdat het ook juist dichtbij komt? Het is heel lastig. En vooral mijn grootste angst was van hoe wordt het geregisseerd? Want ze kunnen je eigenlijk in één aflevering je gewoon als de grootste klootzak neerzetten. Maar als Olivier Reijnen die dat aan elkaar... en dat was zo fantastisch dat die grap die ik maakte gewoon kon. Weet je, dat is gewoon heel knap om dat in zo'n programma neer te zetten. Dus dat je de humor er ook ineens als een rode draad doorheen ziet. Met gewoon ja, de triestheid. Wat hebben die mensen zelf aangehad? Want je wilt natuurlijk inderdaad niet ze gebruiken voor... dat klinkt heel flauw voor een tv-format. Je wil ze iets meegeven misschien. Nou, je zag gewoon met testen in het begin van toen we starten en na afloop... dat ze gewoon 15-20% scherper, beter waren. Hè? En dat is misschien wel tijdelijk, maar je zag wel dat het vuurtje weer een beetje aangewakkerd was. En dat is natuurlijk best wel... Je hebt dan twee... Of je gaat wegzitten kwijnen in een kamertje. Of er waren heel veel die nog steeds... Die worden begeleid en die meegenomen worden elke dag... naar een centrum waar ze kunnen handarbeiden... of gewoon dingetjes doen. Ja, dat is gewoon superbelangrijk. Dat ze het gevoel hebben dat ze er nog bij horen. Heel erg mooi. Ik kan iedereen aanraden om het terug te kijken. Komt er een nieuw seizoen aan? Voor mij wil SBS 6... het niet meer hebben, omdat de doelgroep te oud was. Dus ik heb toen gelijk gezegd, nou dan... Max, die hangt al aan de lijn. Het zou zo ongelooflijk zo zonde zijn als het programma zou verdwijnen. Of het nou met of zonder mij is, maar het is gewoon een heel mooi programma om te maken. En ook voor die mensen. En het is... De mensen die kijken, die krijgen veel meer begrip voor wat Alzheimer of wat dementie... wat het inhoudt. En weet je, ook filmpjes van tevoren die we zagen. Dat mensen echt op straat mensen gingen die het niet meer wisten waar ze naartoe moesten. En de mensen aan wie ze het vroegen, die dachten dat het van, nou, die is gek, weet je wel. Ja. Terwijl, van dat bedoel ik ook met het begrip voor elkaar en het wat meer menselijker naar elkaar toe. Ja, daar is dit gewoon belangrijk voor, denk ik. Mooie maatschappelijke inclusieve missie ook. Dus laten we kijken of we op de deur van Jan Slachter kunnen bonken met z'n allen. Of die het programma kan adopteren. Ik vind het heel erg mooi. We gaan alleen wel door naar het volgende onderwerp. En dat gaat over limoncello. Ontdek wat je klanten en doelgroep echt beweegt. Geen loze kreten, maar inhoudelijke argumenten. Geen korte termijn succesjes, maar substantieel bouwen aan duurzame relaties en resultaten. Hey Customer is het radioprogramma op New Business Radio over klantcontact en relatiebuilding. Martine Howard praat met succesvolle ondernemers en experts over effectief klantcontact. Informerend, inspirerend en doelgericht. Iedere laatste donderdag van de maand van 2 tot 3 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren via newbusinessradio.nl of via podcastkanalen als Spotify, Duke of Apple Podcast. Dit is De Ondernemer live op New Business Radio. Ja, we hebben natuurlijk een ontzettend vervelende periode met de coronatijd achter de rug. Maar tegelijkertijd zijn er zoveel mooie ondernemersinitiatieven uit voortgekomen. Zo ook ons volgende bedrijf hier aan tafel. Fat Tiger, ondernemer Rogier Duits, bouwde in de lockdown namelijk samen met zijn vriend Joost van den Heuvel limoncello. En noemde het drankje Fat Tiger. Het is inmiddels zo populair dat het in vrijwel elk restaurant in Oudewater op de kaart staat. En op steeds meer plekken in Nederland te verkrijgen is. Wel is aangeschoven Rogier Duits. Goedemiddag. Middag. Goedemiddag. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Je had waarschijnlijk voor de coronaperiode niet kunnen denken dat je limoncello-ondernemer zou worden. Nee, absoluut niet. Ik zit zelf in de koffie, eigenlijk al 15 jaar. Maar limoncello niet. Los van dat we wel vrij Burgondi zijn en van een hapje en een drankje houden. Nee, was dat niet het plan ooit. Nee. Ron, limoncello-liefhebber van huis uit? Ja, altijd lekker. Maar ik ben een grote fan van Cointreau. Cointreau eigenlijk. Ja, grappig. Ja, dus daar ben ik wel van afgekikt. Maar de sinaasappellikeur was me altijd mijn guilty pleasure. Jan, dat dan? Qua shots hebben we het dan over. Nou ja, of gewoon als mooi gerecht na een Italiaanse maaltijd. Of een mooi drankje na een Italiaanse maaltijd. Dan een goede rum. Daar ga ik. Goeie rum. Ja. Kijk, verschillende smaken hier aan tafel. Rogier, wat heeft jou tot die limoncello geleid? Verveling. Je was echt verveeld? Ja, verveling eigenlijk. Het sociale werd wat minder in coronatijd. Ja. Dus we deden nog wel eens een rondje wandelen met Joost. En zo kwam eigenlijk het idee van, joh, laten we eens wat gaan brouwen. We zaten eerst aan rum te denken inderdaad. Alleen daar komt wat meer bij kijken. En limoncello is eigenlijk natuurlijk gewoon, even oneerbiedig gezegd, mengen. En we gingen dat doen. En van het een kwam het ander. Hoe was dat? Was het een beetje proberen? Was het een beetje bij elkaar mengen? Was het een YouTube tutorial volgen? Ja, gewoon verschillende recepten kijken. Uittesten. Aan de keukentafel. Van joh, wat gaan we doen? Schilletjes erbij. Suiker eraf. Ja, exact. En veel proefavondjes. Ja. Met vrienden en dergelijke. En, dat is hele verbindende. Dat viel ook, dat liep ook wel eens anders af, zeg maar. Hè? Dus het is best wel een dingetje om dat alcoholpercentage precies rond die 30 te krijgen. In het beginsel was het wat hoger. Dus, maar goed, aldoende leert men. Ja. En nu, Fat Tiger, waar komt die naam thuis vandaan en hoe staat het ervoor? Ja, nou goed, dat is eigenlijk best grappig. Ik kom dus uit Oude Water en wij hebben in Oude Water een gezegde. Als jij iets wat beschonken uit de kroeg komt rollen, dan zeggen wij in Oude Water, zo, ik was gisteren weer zo vet als een tijger. We dachten dat het eigenlijk iets landelijks was. Totdat ik dat dropte bij collega's. Ze zeiden wat bedoel je? Ik zeg, hetzelfde als zo stoned als een kanaal. Maar dan dronken. Dat kende niemand, alleen wij. Nee, precies. Dus toch vonden we dat eigenlijk wel een grappige naam. We hebben dat naar het Engels vertaald. Dus zodoende Fat Tiger. En er zit natuurlijk ook wel wat suiker in. Ja. En je kan er eigenlijk wel een flinke kaart voor krijgen, hè? Je moet een beetje genieten, maar drink met mate is denk ik een mooi gezegd. Je hebt het ook bij je. Jonathan, misschien kan ik jou even vragen om dat er even bij te halen. Zeker. Ik sla zelf even over, maar misschien dat Ron of onze technicus Daan of jijzelf eventjes het wil proberen. En dan kan je even beschrijven wat je nou precies proeft en ervaart. Ja, ik kan er wel even wat over vertellen. Er zijn natuurlijk meerdere limoncello merken. Wij hopen dat we iets hier van de massa. Ja, nee, ja precies. Wij hopen dat we iets meer premium in het premium segment zitten. En je ziet gewoon dat veel limoncello's dat daar eigenlijk dat het helemaal doodgefilterd is. En eigenlijk wat wij doen is alles gaat nog bij ons door onze handen. Dus het is eigenlijk echt ambachtelijk. Ik zie Ron ondertussen goed knikken. Ja, positief. Vooral het zuurtje vind ik altijd belangrijk bij een limoncello. Heel veel limoncello's zijn gewoon zoet. Te zoet. En ik hou... Moet er net dat frisje in zitten wat Cointreau ook heeft. Dat je... Cramoyer vind ik gewoon niet te zuipen, maar... Ja. Als je een ijskoud Cointreau'tje met dat grapefruit... Dat heeft het... Dat is lekker. Heel lekker. Ja. Jonathan? Ja, ben ik 100% mee eens. Ik vind het, ik maak soms een vergelijking met Dreft. Dan vind ik hem zo met je zeepig luchtverfrisser randje eraan zitten. En fris zoet. Ja, lekker. Ik kijk ook eventjes naar technicus Daan. Ja, ook vol... Je atten hem in één keer. Die schenkt ondertussen de derde klasse voor zichzelf bij. Nee, goed, eigenlijk gaf Ron al het antwoord. Want de limoncello is normaliter is het gewoon mierzoet. En ik vind ook... het wordt van citroen gemaakt. Dus je moet ook ergens dat zuurtje terugvinden in je limoncello. En dat hebben wij na heel lang receptuur aanpassen. Hopen we dat gevonden te hebben. Ja. Ik ben toch wel benieuwd, want in Nederland zijn er tal van aanbieders van limoncello. In hoeverre is die markt verzadigd? En hoe gaan jullie ervoor zorgen dat jullie die nummer 1 limoncello worden van Nederland? Goede vraag. Doorzetten, dat is één, denk ik. Verzadigd weet ik niet. De laatste tijd is het eigenlijk upcoming. En zijn er eigenlijk steeds meer ook bedrijven die al veel groter zijn dan wij zijn. Die gewoon echt goed in de prijs vallen op limoncello gebied. Ron, sorry, jullie krijgen natuurlijk ook veel aanbiedingen van nieuwe spelers, van innovatieve merken die graag willen dat jullie hun merken op de kaart gaan voeren in de verschillende restaurants. Hoe bepalen jullie wanneer je wel of niet met een partij in zee gaat? En wat zou je misschien voor advies ook hebben voor Rogier? Wij bepalen dat het product gewoon moet kloppen en dat we erachter staan en dat het gewoon een heel mooi product is. Wat me opvalt vaak, als je in het buitenland, Spanje of ook in Oostenrijk, dat je heel vaak van de afloop bij de rekening nog zo'n dingetje, zo'n shotje krijgt. En dat hebben we in Nederland helemaal niet. Dus ik zou adviseren om gewoon heel veel flessen bij restaurants af te leveren. Om daarmee gaan de mensen aan de slag en dat meer te promoten. Want het geeft vaak een heel... dat je weggaat en dan heb je die rekening. Dan komt net nog iemand even langs zo van nog een klein... dat maakt uit eten gaan in Italië altijd zo leuk. En dat doen we in Nederland bijna niet. Terwijl daar echt wel, denk ik, een markt voor is. En je hoeft je helemaal niet te katbezopen of vet als een tijger weg te gaan. Maar daar ligt echt wel een markt om daarin te stappen. Maar Ron, zeg je dan in zijn geval focus je niet op de gal en gal, want dan zijn die partijen misschien zo groot, maar hou het juist klein en ga bij de betere restaurants leren. Misschien is dit Michelin wel die belt Ron. Michelin, die willen een lijst terug. Matje geroepen. Ja. Nee, ik denk het wel. Ik denk dat er heel veel altijd begint in de restaurants. En daarna moet het doordruppelen. Dus of het nou een barbecue-merk is of gasten zien dat en die willen dat thuis. En dus het moet daar bij de bron beginnen. En ik denk, die restaurants, daar moeten beginnen. En dat gast het iedere keer dan weer een keer terugzien en ander. En dan zie ik het weer. Dus weet je, vaak van die momenten dat je iets terug ziet komen. Of het nou een wijn is of en dan willen gasten dat thuis ook gaan. En tegenwoordig kunnen ze het overal. Ze zijn allemaal ondernemer, want ze hebben allemaal een pas van de Sligro of van de Hanos. Dus ze kunnen overal alles krijgen altijd. Wat is de grote ambitie voor Fat Tiger? Je zegt, je zit ook in de koffie. Ja. Beetje wed op twee paarden. Als je eentje moest kiezen. Lastig. Misschien luistert mijn baas mee. Hè? Dus politiek correct antwoorden. Nee, weet je, ik heb het hartstikke naar mijn zin in hetgeen wat ik doe. De koffie is ook een mooie branche om in te zetten. En een supermooi product waar iedereen wat over vindt. En waar je een stuk beleving mee kan creëren. Dus in die zin, het ligt het wel in één lijn met limoncello. Ja, en we gaan gewoon rustig die olievlek proberen te verspreiden over Nederland. We hebben lokaal begonnen. Nu zo'n 35, 40 horecazaken die ermee werken. En weet je, niks moet, alles kan. En dat is ook wel weer leuk, vind ik. Plezier is het belangrijkste eigenlijk. Nou, we wensen je ongelooflijk veel succes met het uitrollen van Fat Tiger. Totdat ieder restaurant in Nederland het op de kaart heeft staan. En inderdaad, hun gasten bedankt als ze weggaan met de rekening met nog een klein beetje Fat Tiger. Dankjewel. Yes, dankjewel en jullie bedankt. Ontdek wat je klanten en doelgroep echt beweegt. Geen loze kreten, maar inhoudelijke argumenten. Geen korte termijn succesjes, maar substantieel bouwen aan duurzame relaties en resultaten. Hey Customer is het radioprogramma op New Business Radio over klantcontact en relatiebuilding. Martine Howard praat met succesvolle ondernemers en experts over effectief klantcontact. Informerend, inspirerend en doelgericht. Iedere laatste donderdag van de maand van 2 tot 3 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren via newbusinessradio.nl of via podcastkanalen als Spotify, Juke of Apple Podcast. De Ondernemer. De Ondernemer live op New Business Radio. Iedere dinsdag vertelt de data- en AI-expert van dienst Job van den Berg ons over de belangrijkste trends en inzichten voor ondernemers. En vandaag duikt hij in het beroep van de toekomst, die van promptwriter. Heb je daar al van gehoord, Jonathan? Nou, ik heb net het draaiboek bekeken. Maar daarvoor nog niet. Nou, je kan daar heel erg veel geld mee verdienen. Dus let goed op. Nieuwe technologie schept nieuwe banen. Toen het internet opkwam, ontstond een beroep als app- of webdeveloper. Toen de stoomtrein werd geïntroduceerd kwam het beroep van de kolenschepper. En nu, met de opkomst van kunstmatige intelligentie, zie je ook nieuwe banen ontstaan. Zoals een prompt engineer. Deze persoon geeft opdrachten aan AI-modellen. Weet AI-modellen op een juiste manier in te zetten. En hij of zij komt met het juiste zinnetje, een prompt, om ChatGPT de juiste output te laten geven. Dat is echt een vak apart. Een voorbeeld om dit te illustreren. Stel je wil weten hoeveel procent van de Nederlanders Koningsdag viert. Je vult letterlijk deze vraag in ChatGPT. En je zult zien dat ChatGPT geen antwoord zou geven. Want, zo claimt het algoritme, ChatGPT heeft geen actuele gegevens en blijft graag weg van het doen van schattingen op basis van eigen verzamelde data. Als je de vraag net iets anders stelt, namelijk wat zegt onderzoek van bijvoorbeeld Deloitte, PwC, EY over de populariteit van Koningsdag in Nederland, dan krijg je wel een antwoord. Het antwoord is namelijk 70%. Hoe komt dat? ChatGPT is een taalmodel en geen zoekmachine. Maar in veel onderzoeken die op internet te vinden zijn, staan vaak resultaten uit studies waarin statistieken zijn verzameld. Dus als je refereert aan uitkomsten uit onderzoek, vaak terug te lezen in rapporten, heb je een grote kans dat ChatGPT jou wel verder kan helpen. Dit is een trucje dat je moet kennen en dat karakteriseert een prompt engineer. Die weet precies hoe je AI moet gebruiken om de juiste output te krijgen. Hij of zij voorkomt garbage in, garbage out. En heeft vaak ook enige kennis over de werking van de modellen. Hij of zij weet dat ChatGPT een taalmodel is en niet een statistiekmachine. En kan daarom de juiste opdrachten geven om het juiste antwoord te vinden. Met een goede prompt engineer in huis kan AI echt voor je gaan werken. En denk je dat je goed bent in het bedenken van prompts? Ja, overweeg dan een carrière switch. Je kunt ongeveer $500.000 verdienen als je een goede prompt engineer bent. Even terug naar de kolenschepper en app developer. Verdienen die ook exorbitant veel geld toen ze respectievelijk de stoommachine en het internet in opkomst was? Jazeker. Maar we weten ook dat deze beroepen na verloop van tijd devalueren. De salarissen dalen naarmate meer mensen de vaardigheden gaan beheersen. Op een gegeven moment was er geen unieke vaardigheid meer en wordt het inwisselbaar. Dan dalen de salarissen. Mijn verwachting is dat dit ook met de prompt engineer gaat gebeuren en dat die baan misschien over 10 jaar niet meer bestaat. Want dan beheerst iedereen deze vaardigheid. Vergelijk het met de begindagen van het internet, waar het echt nog een kunst was om zoekmachines te gebruiken. Nu is dit een basisvaardigheid die iedereen beheerst. Waarom is dit relevante informatie voor jou als ondernemer? Nou, het goed en effectief gebruiken van AI-tools zoals ChatGPT levert nu een concurrentievoordeel op. Dus investeer in deze kennis. De ontwikkelingen gaan snel. Iedereen gebruikt wel eens ChatGPT. Maar het aantal dat AI-tools effectief gebruikt is schaars. Vaak is het meer een leuk uitprobeersel, een gimmick. Als je het wel lukt om de juiste prompts en toepassing te vinden voor jouw bedrijf, dan loop je voor op je concurrenten en kom je sneller tot innovaties. Wacht niet tot die prompt engineer in jouw bedrijf er is, maar zorg ervoor dat je het zelf beheerst. Dat betekent basiskennis vergaren over wat er onder de motorkap van ChatGPT gebeurt, veel ervaring opdoen met de inzet van AI en creatief nadenken over oplossingen. De kansen liggen voor het oprapen. Succes! Ja, dat is zeker waar. En de rol van AI prompt writer is eentje om in de gaten te houden. Want het wordt steeds belangrijker. En ook meer en meer ondernemers die houden dit dus in de smiezen om hun bedrijf efficiënter te laten opereren. Ron, ben jij er al een beetje mee aan het klooien geweest met ChatGPT en andere van die taaltools? Nee, misschien wel op de marketingafdeling, maar Nee, want wat wij, een van de mooie voorbeelden die we wel eens tegenkomen, is het empathisch schrijven van reacties op de klachten die binnenkomen. Nee, het is een beetje out of my league. Abracadabra? Nou, niet abracadabra, daar moet ik me er meer in verdiepen, maar dus. En wekt het je nieuwsgierigheid? Ja, zeker weten. Misschien door deze column het laatste setje? Absoluut. Ja. Het is wel een hele interessante ontwikkeling. En ook weer niet. Gevaarlijke ontwikkeling. Ik moest gelijk denken aan die andere Ron Simpson, die volgens mij hier in de studio een keer had gezegd dat hij al een hele vacature door ChatGPT laat vervullen. Ja, 1 FTE schildert bij hem. Precies. In de organisatie. Ja, nee, het absoluut. Ik hou me bij Carlos Ragoe. En dat is waarschijnlijk ook heel verstandig. Ja, Job, wat zie je nog meer gebeuren? Al op het gebied van inderdaad die taalmodellen en hoe ze ondernemers kunnen helpen om nog efficiënter te opereren. Nou, vaak ook wel bij die hele kleine toepassing. Want we hebben in eerder uitzendingen inderdaad ook al met anderen zeg maar, over het topic horeca of restaurants gesproken. Toen kwam onder andere de robot die al een aantal uitzendingen terug zou komen, Flippy. Die gespecialiseerd is in het flippen van hamburgers. Maar ook inderdaad die toepassing van klantenservice. Maar heel vaak kun je al met een ChatGPT eigenlijk verrassend veel bewerkstelligen. Inderdaad wat Remy al zei met die klantenservice. Maar ik snap ook wel hoor, veel ondernemers die ik best spreek, die zeggen echt van ja, dat gaat me echt veel te ver. Maar het is best wel leuk om gewoon een keer op een regenachtige zondagmiddag op een ander moment eens te proberen en kijken. Ik denk dat het vooral... Ik denk dat het te hoog gegrepen of te ver, maar als je erin verdiept, dat je denkt, jee, dat hadden we gewoon een half jaar eerder moeten doen. Ja, en dat is zo'n wauwmoment. En dat is altijd wel leuk om te zien en dat dan te ontdekken. Het hoeft niet gelijk zo'n langetermijn investering te zijn. Dat is ook een beetje de associatie die je vaak ziet. Dat als je denkt aan AI, dat je denkt, oh, dan moet ik allemaal dataspecialisten aannemen of hele dure machines, data verzamelen. Maar je kan met die tools zoals ChatGPT en nog een aantal andere... Nou, inmiddels zijn dat trouwens al duizenden. Kun je echt heel snel wat dingen doen. Ook trouwens in je privésfeer, zeg maar. Waar vind ik... als je een reis gaat maken... Hoe kan ik een leuke reisschema bedenken... naar mijn reis die ik in Amerika ga doen. Dus daar moet je ook aan denken... aan je dagelijkse leven. Maar ja, inderdaad wat je zegt... De leukste privé-toepassing... waar ik de afgelopen dagen veel mee ben bezig geweest... is het schrijven van slaapverhalen... kan je bijvoorbeeld invoeren hè, in ChatGPT. Schrijf een slaapverhaaltje voor kinderen over. Nou, dan neem je iemand in je omgeving als hoofdpersoon. Bijvoorbeeld Ron Blaauw. Schrik je de situatie. Die door San Francisco loopt op zoek naar het allerbeste restaurant. Maar, en dan iets spannends wat er gebeurt. Maar die komt een hele boze Gordon Ramsay tegen. Mexicaanse maffia. Ja, precies. En hij moet er nog wel in slaap kunnen vallen. Ja, precies. Wordt ontvoerd door de Mexicaan. En je zal zien, hij maakt er zo'n waanzinnig gaaf slaapverhaal van. Dit is echt een tip voor iedereen met kinderen thuis. Die kan je echt iedere avond weer een uniek verhaal mee genereren. Ja, een andere tip, weet je, hetzelfde analogie is als je eens invult, stel nou dat wij de restaurant van de toekomst willen bouwen. Hoe zou dat eruit zien? Dus dat je een soort van een toekomstscenario probeert te schetsen en ChatGPT vraagt maar antwoorden. Ook dan komen best wel leuke antwoorden uit. En ook wel die waar je denkt van, oh, er zit eigenlijk best wel wat in. Dus dat... geef eens een voorbeeld. Wat heeft het restaurant van de toekomst volgens ChatGPT? Ik heb dat zelf niet ingevuld. Wel voor toevallig morgen een presentatie voor een groot bouwbedrijf. Waar we hadden gevraagd van, joh, stel dat je een start-up zou bouwen. Omtrent de sector bouwen. Er kwam bijvoorbeeld een van die ideeën eruit kwam die bij mij is blijven hangen. Is dat ze zeiden van, bouw een app waarin reizigers die op het spoor, want er wordt ook veel bouwwerken op het spoor gedaan, real-time kunnen zien waar de werkzaamheden zijn. Dat ze niet via de NS zien, maar dat ze zelf ook weten wat er speelt. Zodat je daarmee ook begrip meer krijgt bij reizigers waarom op dat moment bijvoorbeeld een bepaald traject tijdelijk niet is. Nou, dat dacht ik echt wel van, dat vaak is dat een... Niet het beste idee waar je nou je hele bedrijf om gaat keren, maar wel een leuk gesprek op gang brengt. Ik heb het even gevraagd inderdaad. Wat heeft het restaurant van de toekomst? Nou, zeggen ze, het heeft geautomatiseerde bestellingen. Misschien wel virtuele menukaarten, waarbij je met augmented reality kan zien wat er straks op je tafel gezet wordt. Robots noemt hij. De rol van duurzaamheid. Hè. Misschien kan het wel helpen om voedselverspilling tegen te gaan. Personalisatie. En misschien wat meer sociale interactie. Dus dat zegt ChatGPT over het restaurant van de toekomst. En ik denk dat op die side note het een moment is geworden om langzaam maar zeker naar het einde te gaan van deze uitzending. Ron, heb je nog famous last words voor de luisteraars? Kom lekker eten bij ons. Ja. En ga lekker veel uit eten. Lekker naar restaurants toe. Gezellig. Ja. En laat misschien die telefoon een keer thuis. Gezellig aan elkaar aan tafel. Ja. Vroeger was dat toch ook was het tekenblok wat die kinderen hadden. Nu zitten ze op een iPad te tekenen. Dus ik vind het ook... Maar je maakt niet zo druk op. Nou, nee. Mooi. Hey, dit was hem voor deze week. De Ondernemer Live terugkijken en luisteren kan op YouTube en je favoriete podcastplatform. Vergeet niet te kijken naar de uitzending van de Michel Esther op 24 april op deondernemer.nl en Nieuw Business Radio. Volgende week zit ik hier weer met Roland Tameling, Jonathan van Noord. Enorm bedankt voor je komt vandaag. Heel snel, heel graag. Tot snel. En jij bedankt. En tot volgende week. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer. Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.